Toen ik voor het eerst aankwam in dit dorp, was ik er al eerder geweest. Nooit had ik zelfs maar in deze buurt vertoefd. Maar ik reed linea recta een herinnering binnen. Er was niets wat me niet vertrouwd was. We reden vanuit de richting Anduze, tussen de middag het dorp in. Er was geen hond op straat. En de zon blakerde de witte voorgevel van de overdekte markt. Vijftien jaar later haalde ik die ene herinnering op het terras van Grand Café de la Bourse. Mijn vrouw liet me uitspreken en zei toen: we kwamen uit de andere richting, die van Florac, en het stortregende. Ze was even zeker van haar herinnering als ik van de mijne. En er was niemand meer om te beslissen wie gelijk of ongelijk had. We waren in één auto het dorp binnengereden, vanuit tegenovergestelde richtingen, terwijl de zon schetterde en het pijpenstelen regende. Dit is overigens Pierre, hele rustige jongen. Dit is Sabine. Sabine is de schoondochter van Paulette. Dit is Paulette. En dan hebben we nog Regis, die droomt van een Harley Davidson, maar intussen op een Honda rijdt. En Christophe, de zachtmoedige. Na het meningsverschil over de binnenkomst haalden we die avond op het terras meer herinneringen op aan het dorp. We komen er niet voor niets, al 15 jaar. En ook al zaten we op dat moment zogezegd in de moederschoot van al die herinneringen, we verschilden verontrustend vaak van mening. De dorpsgenoten die we te hulp riepen maakten de zaak slechts verwarmer. Zij kwamen veelal met weer andere versies van dezelfde gebeurtenissen. Er werd die avond op het terras van La Bourse hard gelachen. Maar het was al met al tamelijk verontrustend. Er was niet één dorp in onze herinnering. Het waren er tientallen. Of, in de woorden van Paulette: dit dorp heeft nooit bestaan. Het is blijkbaar enkel verbeelding. Eenmaal terug in Nederland nodigde ik, mogelijk geïnspireerd door die avond in het dorp, een verscheidenheid aan mensen uit, vanuit allerlei windstreken. Wetenschappers, dichters, zangers, mensen met te veel herinneringen, mensen zonder geheugen, geheugenwonderen, schrijvers. De uitnodiging bevatte één centrale vraag: kunnen we ooit iets van ons bewustzijn begrijpen als we niet eerst datgene ontraadselen waarop het lijkt te drijven? Het geheugen en de herinnering. Niemand weigerde. Sterker, de uitnodigingen om naar het kasteel te komen, dat we voor de gelegenheid hadden afgehuurd, werden bijna gretig aangenomen. So God, you Lord,
The mystery, the deepest mystery for us at the at a simplest biological level is how is it possible that the memory can last that long? The brain is made of proteins, and proteins have a life, lifespan. That lifespan is normally days. An extreme example would be weeks. But memories can last for years. In other words, the memories are outlasting the very building blocks of the brain itself. Mm-hmm. If I were to tell you that the brain is like a cell, the brain is like a house in which the builder comes along every day and takes out a brick and replaces it. So the bricks must be talking to each other. Somehow the bricks are talking to each other. Somehow the bricks, something larger than any. So if I came along and I said, I'm going to build a memory by painting one of the bricks, well, that very brick would be gone 2 weeks later, but the memory would still be there. This is a mystery. Ja, mensen zijn herinnering. Je hele leven zit boordevol herinnering. Alles wat je nieuw beleeft, relateer je weer aan iets ouds. Dat is het jammeren van het ouder worden. Je beleeft bijna niet meer iets nieuws, omdat het altijd al gebeurd is. Of al eerder gezien is. Je hebt er weet van. Je bent beladen met die herinnering. Ik zou dolgraag wat het leger in het hoofd willen zijn wat dat betreft. My memory sometimes store things that seem to me totally useless. And sometimes I forget things that I consider quite important, you know? So I have the impression that my memory is totally independent. It's an independent entity that has its own, you know, mechanisms, its own choices. I cannot always understand. It's doing the job for you. And I cannot, yes, it's a job that is done, you know, for me, but in a way that is not always understandable. I understand in some cases why my memory has preserved certain images, but in many cases there are some things that I forget or that I remember that for me don't make any sense, you know, not a rational sense at least. I'm thinking of the fact that you know, you can ask somebody a question like, have you ever been to Brazil? And in 2,000 milliseconds, a couple of seconds, they can say no. And how did they do that? How do we do that? How do we go through all the places we've been? Or we obviously don't do that. That would take too long. But how do we know with all that information and all the places we've been that we haven't been to Brazil and we know it so quickly? So it's hard to answer the question, how good is retrieval, without asking about what specific kinds of facts. 12 mei 1974. 131, 162, 163 dagen. En het jaar was? 1974. 56, 18... 17 is maandag, dinsdag. Dat is 5 dagen na de dinsdag, de zondag. Klopt. In welk jaar leven we nu? 1994. Ik ben in 32 geboren. Zal ik het voor je uitrekenen? 15 mei 1932. En het is nu 94. Dus 94? Ik ben 62, geloof ik, hè? Ja. 15 mei. Mevrouw Nobbe? Mevrouw Nobbe, ja. U was gisteren jarig. Ja. Weet u dat nog? Gisteren was u jarig. Weet u hoe oud u bent geworden? '69. Weet u niet? Doe je weer gewoon, want je wordt met de hout. The whole Western world seems to know that we have an unconscious. Somewhere deep in us there is a horrible space
with memories and thoughts and desires that we have no access to, but that still governs our behavior. We all believe that. We know that. If you ask people, how do you know that? Who told you that? That's a stupid question, because everybody knows that. It's a fact of common knowledge. And I think that idea is being implanted in us. And in fact, I don't think there's much proof. There's not much proof for that idea. Maar als ik ze verdrongen heb, succesvol verdrongen heb, dan weet ik niet meer wat die herinneringen waren. Dus ik denk dat je het woord verdringen niet letterlijk neemt, dat je ze een eindweegs terug kan dringen. Een beetje naar een soort rommelzolder, want waar zit in de schedel? Die afdeling hard papier. Moet ik het zo zeggen dat jouw nachtmerries niet alleen een stomme film zijn geworden, maar ook een film waarbij de beelden ontbreken? Ja, ja, ja. Die krijgt nog wel s'nachts? Ja, maar ik weet niet wat er was. Terwijl je vroeger zag vroeger je de beelden. Vroeger zag ik de beelden, hoor. Maar die zakken weg. Goddank. Hoe? Heb je enig idee? Jij bent een meester over je geheugen, zou je denken. Nee, ik ben geen meester over mijn geheugen. Nee. Ach, nee, het is volslagen... volslagen verkeerd. U moet het eruit schrappen. Ging de herinnering niet goed. Die hele gebeurtenis is namelijk, was in Amsterdam al. Die was in Amsterdam in de oorlog. Ik was al weg uit. U moet een groot stuk schrappen. Sorry, nou, sorry. Het is een illustratie. Het is een fantastische illustratie. Sorry, het is de eerste keer dat ik u ophoud. Maar goed, je hebt een praktische illustratie hoe belazerd eigenlijk dat geheugen werkt. Wat doen we? One of the most automatic things that comes with every memory is the image and the sensation and the sense, or mood if you will, that it doesn't exist anymore. That's sort of elegiac nonsense, yeah. It doesn't exist. No matter what it is, but the sense of, if you will, of loss. Well, not the loss that I bemoan, etc., 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 the loss that I sense. For that reason, I suppose, you can be even nostalgic of the war. I can feel nostalgic for the war, because it's not there. Yes, Kundera has a heretical sentence like that, where he talks about... at one point, he looked at a picture of Hitler and felt almost nostalgic, almost affection, because it was part of his childhood. I think that we can also introduce into this the possibility that literature is sometimes a case of creating the memory of the future. I mean, Nietzsche often speaks here and there of a nostalgia for the future, which is a very bizarre sort of conjunction of phrases, and it's something I sympathize with very strongly. I think there is a degree to which in literature and in poetry and in our novels, we are trying to create a feeling for a lost time that we have not lived yet. Sometimes I think about our good old high school days. You would always care about my adolescent ways. Oh, Mary, Mary, good to see you too. Haven't seen too many of the old crew. The time just flew. How are you? Meet here, seeing off our friends.
salon and saloon. I'll look you up soon, maybe sing you a tune. Derek, did you like the music? Yes. It's wonderful? Yes. Where is the song about? What was it? Wie zich het verleden probeert te herinneren, faalt even jammerlijk als iemand die de zin van het leven wil begrijpen. In beide gevallen voel je je als een baby die een basketbal wil vastpakken. Je handen glijden er steeds weer op af, schrijft Jozef Brodsky. Het is bijna een wonder dat we ons ook maar iets kunnen herinneren zoals het werkelijk gebeurde. Onze herinneringen worden voortdurend vervalst. Ze verouderen of ze worden eenvoudig vernietigd, schrijft de Amerikaanse geheugenpsychologe Elizabeth Loftus. Mijn kindertijd, zal de schrijver Ben Okri zeggen, die bestaat eigenlijk niet. De verhalen die ik verzonnen heb, de verhalen die ik gelezen heb en de verhalen die ik echt meemaakte, zijn één onuitwarbare kluwe geworden. Er bestaat niet zoiets als de waarheid in ons geheugen. Het is een verdichtsel. Yes, I came across a school photograph last year from when I was about 11, and I hadn't seen that. Must be 20, 30 years. And I found I could actually name nearly all the people on it. When you saw them again? When I saw them again. On a photograph, but without photographs. Now, without photographs, not very many. But it may be, if you give me time, the evidence seems to suggest that over a period of an hour or two, people can dredge up quite a lot of names. If you try harder and harder and harder. Yes, yes. I went to the one accuse the other. Kunt u hun gezichten nog wel voor de geest halen? De gezichten van de vriendjes uit die tijd. 10, 11, 12, 13 jaar oud. Of is dat helemaal weg? Ja, Hij is nu rustend boer en niet meer hieronder verwoorden. Hij was ook geen pachter van ons, maar hij woonde iets buiten het landgoed. En die Bertus Hekkerman, dat was een grote vriend van me. Die zie ik zo één of twee keer per jaar, dan zie ik hem nog wel. En dat gezicht is niet veel veranderd. Nee. Ja, dat was zo in mijn klompen. Schooltijd was dat mijn vriend. Toen jij 9 jaar was, ja. Zat je in het Jappenkamp. Ja, geloof het wel. Ja. Ja. Kun je herinneren hoe je daar sliep? Je Brits of waar lag je op? Of? Ja, op een Brits geloof ik. Of op de grond. Op een matrasje. Zo verschillend, weet je wat? Zo'n zaal zoals dit bijvoorbeeld, er lagen wel 20 jongens of zo. Allemaal naast elkaar. Ja. En een Japanner zat dan in het midden, aan een bureautje. Die hield er dan toezicht op, hè? Ja, kun je wel de gezichten van sommige van die jongens nog voor de geest halen? Nee, niet meer. Dat is weg. Ja. Ja. Want ik leid toch aan geheugenverlies. Ja, ja, daarom ben je hier ook, om daarover te praten. Ja. Ja. Ik ben al die gezichten ben ik kwijt. Ja. Echt. De jongens en meisjes uit bijvoorbeeld de eerste klas. Ja. Kunt u ze terughalen? Ja, daar ben ik zeker. Ook de namen? Ja, ongeveer. Noemt u eens een paar namen uit de klas?
die om u heen zaten? Johan Kind, Noël de Forse, Freddy van Werkenhuizen, Elie Rieul, Hudo Melier, Geert van Overselde, Aurel Vermeulen, Robert de Ketelare, Willy de Serrano, Roland de Meulenaren, Ivan Martens. Alleen jongens in de klas? Roger Nemeheer, ja. Ja. En op het moment dat u de namen uitspreekt, zijn de gezichten er ook? Gezichten, ja, ja, dat wel. Als kind, want ik noem er nu, van al die ik genoemd heb, denk ik niet dat ik er in de laatste 30 jaar nog 3 van teruggezien heb. Maar ik herinner me nog allemaal als kind. I'm sort of shocked by the fact that I went through school where we were seated alphabetically. And there's an amazing number of, just as you've asked the question, there's a remarkable anyway, number of M's that I can remember. The names would come after Lynch, right? Your first one there. Ron Mazik, there was Vic, there was a Masaryk, there was a, so all, there's a lot of M.A.s that I remember. But other than that, I have to say I have a, it's pathetic, but I really don't remember very many. Even ones in college. Mm-hmm. I don't remember them. College, now, that goes contrary to the, what little literature there is on the next in line effect. Because supposedly, if you're alphabetical, you're supposed to have difficulty remembering what comes just before you and just after you. Really? Yes, because you're so busy thinking of, you know, when you have to say you go through the order, you have to say your name out loud, and people are nervous. But. Mm-hmm. That's about it for me, though. It's a lot of MAs. We did some experiments a while back where one of the questions we asked were produce as many names of school friends as you can, and we were staggered by how many. At least our subject panel in Cambridge came up with. It was, you know, in 2 minutes they were coming up with maybe 12 or more. Certainly a remarkably large number. Het liedje van Grootvaders Klok. Kent u dat nog? Ja, dat wist je toch? Ja, wat was het? Grootvaders Klok was een deftige klok met een uurwerk zo goed en secuur. Hij liep zo gedurende 90 jaar en verkondde zijn stem steeds het uur. Met een vrolijke slag riep hij ieder goeie dag, die als gast in het oude huis verscheen. Maar opeens, toen was het met hem gedaan, toen mijn grootvader heen was gegaan. Gaat u mee zingen? Zullen we het liedje gaan zingen? Ja, dat zie ik aan je gezicht. Je hebt het verleden, je hebt het heden en dan is er ook nog de toekomst. Dat zijn er 3. Maar er is nog een 4e. Het verleden van de herinnering, van de verbeelding. En dat is een ander verleden. Het is met de wijsvinger ingekleurd, het is gekneed en verbogen, het is verschoven en gekrompen, het is verfomfaaid, hier dik en daar dun geworden. En men denkt dat het zo hoort. Hier is sprake van een onwrikbaar verlangen naar die idylle. O, wat is er mooier dan het verleden dat door de zee van de herinnering gegaan is. Een schoon gewassen verleden, ontdaan van elke smet of vlek. De omgekeerde utopie. De utopie met zijn beentjes in de lucht. Zijn belangrijk, zonder enige twijfel. Maar gegeven het feit dat ze voortdurend in beweging zijn en transformeren, dringt zich de vraag op
hoe we in godsnaam aan zoiets als de waarheid kunnen vasthouden, schrijft de Amerikaanse geheugenpsychologe Elizabeth Loftus. Ze is aangekomen op het kasteel. Ze neemt plaats in de dinerzaal met de witte dame aan de muur, zich nog onbewust van het feit dat ze hier, in de kelder, tijdens het ophalen van een gruwelijke herinnering, de bron voor haar fascinatie zal vinden. Naast haar neemt Merlin Donald plaats, de bewustzijnspsycholoog, die zich afvraagt waarom zich eigenlijk in een onbetekenend groepje boomapen de mogelijkheid tot herinnering zou ontwikkelen, gevolgd door de bespiegeling van die herinnering, zeg maar het bewustzijn. Tegenover hem, in de dinerzaal, zit Carrie Lynch, de, naar men zegt, geniale hersenwetenschapper en neurobioloog uit de Verenigde Staten. Geniaal? Tenminste zal hij hier op het kasteel mededeling doen van vreemde geheugenexperimenten met niet minder vreemde conclusies. Naast Gary Lynch heeft de Engelsman Alan Baddeley plaatsgenomen, de peetvader van het internationale geheugenonderzoek. Wat bekend is over de bizarre werking van ons geheugen, weet hij. Wat niet bekend is, weet hij evenzeer. In de slaapkamer van de oud-tantes, boven, zal Gabriel Minne zijn geheugen blootleggen. Een schijnbaar onlesbaar geheugen. In staat om letterlijk alles op te slaan en op afroep te reproduceren. Moritz Kommer is hier, met zijn vrouw Gonneke, in de zaal van de baron aan de voorzijde van het kasteel. Zal hij zich iets herinneren van wat er vandaag gebeuren zal? Ja, weet hij eigenlijk nog dat hij een half uur geleden aankwam op het kasteel? Weet Richard Varro dat, die met zijn vader vanuit Schotland naar het kasteel is gekomen? Je kunt het hem wel vragen. Antwoord krijg je niet. Maar hij heeft een geheugen dat in tenminste één opzicht magistraler lijkt dan het onze. De schrijver en beeldend kunstenaar Armando is naar de kelder afgedaald. In het kamertje waar ooit de knecht sliep. Als geen ander lijkt hij in de weer met het verleden. Ook al zal je vreemd opkijken bij die constatering. Alsof het eerder een beschuldiging is. In de architectenkamer heeft Gerard Deurlacher plaatsgenomen. De schrijver. De overlevende van Auschwitz-Birkenau. Die gezegend wordt op zijn oude dag. Met nachtmerries waarin de beelden ontbreken. Vlak onder hem, in de dienstbodenkeuken, is Hans Bloemendaal gaan zitten. Hoogleraar biochemie. Oppervoorzanger bij de Joods-Israëlitische gemeente in Amsterdam. Eenzelfde lijdensverhaal als Deurlacher, maar op een andere manier verteld en vormgegeven. Zeg maar, op geen manier. Jozef Brodsky kent zijn lijdensweg. Opsluiting in een psychiatrisch hospitaal in wat toen nog Leningrad heette. Vervolgens veroordeeld tot dwangarbeid in een kamp vlak onder de Poolcirkel. Daarna verdreven van zijn geboortegrond. Schrijver, dichter, polyglot. Zei ik lijdensweg? Brodsky heeft plaatsgenomen in de Grande Salle. Zich nog onbewust van het feit dat hij dat vooroordeel zal moeten ontkrachten. Ben Okri, die naast hem zit, heeft zo zijn herinneringen aan het lijden. Toen, ooit, in Nigeria, tijdens de burgeroorlog. De winnaar van de Booker Prize, de schrijver van hallucinerende boeken over de dagdroom die anderen realiteit noemen,
is nerveus. In het gezelschap van Brodsky, de maestro en die ander, naast hem. Mario Vargas Llosa. De Latijns-Amerikaanse schrijver, auteur van onder andere dat intrigerende boek, Gesprek in de kathedraal. Die schitterende poging om ordening te brengen in het slagveld van de herinnering. Mevrouw Nobbe, in de dienstbodenkamer, weet niet wie Mario Vargas Llosa is. Ze weet niet wat ze hier doet. Ze weet niet wie ze ooit was. Wie zich vrijwel niets meer herinnert, zou geen identiteit meer hebben, zeggen ze. Willem Wagenaar weet nog wel wie hij is. Een experimenteel psycholoog in de bloei van zijn leven, die, hoe merkwaardig, een coherente indruk maakt, terwijl hij niet nalaat te constateren dat er geen limiet lijkt aan de vervalsing van onze herinneringen. In de Chinese kamer, aan de voorkant, zit Derek Parafaccini, achter de vleugel, samen met zijn begeleider, de psycholoog Adam Ockelford. Vraag hem niet wie Beethoven is, maar hoe voortreffelijk speelt hij hem eigenlijk? In de hal maakt intussen het koor zich op. Kun je voor de eeuwigheid terugzien? Dat mag ik ook mee. Ja, nee, maar ik wil het ook auditief goed meemaken. Als ik dat maar terug hoor. In de bibliotheek hebben twee Nederlanders plaatsgenomen. De journalist W. Al Brugsma en de etoloog Frans de Waal, die in Californië apen bestudeert. Ook de baron is inmiddels binnen. Hier, in dit kasteel, is hij opgegroeid. De baron kent elke uithoek, elk gangetje, alle geluiden van het kasteel. Het kraken van de derde tree op de trap naar de bovenverdieping. De tree die ook al kraakte toen hij nog maar 6 jaar oud was. Het tikken van de staande klok in de vestibule. En het zuizen van de tijd in de gangen. Alles is hem vertrouwd. We kunnen beginnen. Bijvoorbeeld met de vraag of alles wat we meemaken eigenlijk wordt opgeslagen in ons geheugen. Dan zien we later wel weer of de originele worden bewaard of vooral de vervalsingen. Zal alles wat nu gaat gebeuren op het kasteel voor altijd in de herinnering van de gasten blijven, of ze willen of niet? I don't think we lose anything. Everything is stored in principle. I think everything is, more or less. Even things mm-hmm. that we don't remember experiencing. The most trivial circumstances are stored. Yeah, I think we keep more than we suspect. But what we actually do remember is not something that we can choose to remember. I think that's that has to do with internal affinities, or even oddities. But then we all know about the great Proust experiment in memory and fiction. Mm-hmm. I don't know, maybe out of all of this journey, what I'd remember is a cow looking at me out of the corner of its eye. When was that? On our walk. I'm just giving an example. I'm just saying that it's impossible to say what it is you'd remember from a particular experience. I don't think we choose our memories. I don't think we can actually consciously say, I am going to remember this moment forever, and then succeed in doing that. No, I think you are right. I think memory is free and seems to be quite arbitrary also. No? I understand in some cases why my memory has preserved certain images. But in many cases, there are some things that I forget or that I remember that for me don't make any sense, you know? Not a rational sense, at least. Mm-hmm. Well, I can speculate soundly about this. I would imagine that that one retains something which is one way or another associated in one's mind with the possible danger. That's why one remembers things. Or presumably it was the possible pleasure.
those things that don't bode either way, by and large, get eliminated. I think it's as simple as that. Speaking of this place, yourself, the crew, I think, well, you are liable to be forgotten simply because you don't pose the danger. In a sense, one's memory works more or less the way you do. Well, and that is your eye, your senses, your ears will constantly film the reality. But then they use scissors. Is every experience, every event stored in memory, even though it doesn't come out or it's difficult to retrieve? Is everything we're sitting here, all the images coming in my brain now, the words being spoken, is it all stored delightful? Well, I have thought about this question a fair amount in the past, the question of whether everything that we ever experience that makes its way into memory, because some things get lost at an earlier stage before they get to long-term memory, remains there. And I only want to say that some of the things that have been tampered with perhaps are lost or altered, contaminated, distorted, what have you. If you want to talk about the rest, where no one has tampered with it, nobody's deliberately tried to distort it, the person himself, herself, hasn't drawn inferences that might lead to self-distortion, I don't know, it might be there. You don't know. It's very hard to know, but it's extremely hard to know. In principe is alles waar we, wat ooit ons hoofd gepasseerd is, is opgeslagen om de eenvoudige reden dat er geen enkele demonstratie is dat dat niet zo is. Er is geen enkele demonstratie ooit empirisch gegeven dat iets wat in ons hoofd geweest is echt verdwenen is. Dan gaat het een beetje om een logisch probleem, namelijk hoe bewijs je dat iets weg is? Van de sport voor de jaren 70. Ik denk niet dat ik daar ooit iets heb van vergeten. Van de latere jaren. Het is ook wel omdat mij minder interesseert nu. Hè. Maar ik vind dat ik alles wat ik eens geweten heb, dat ik het blijf weten. Ik denk niet, als ze iets vragen over sport van vroeger, en ik weet het niet, dan denk ik wel dat ik het nooit geweten heb. Wat anders zou het er zijn? Ja. Alles wordt in principe bewaard waar je belang in stelt. Ja. Ja. Pardon? Elk huis heeft zijn geluiden. De derde tree op een trap die kraakt. Een deur die over de sponning of langs de sponning giert. Kunt u zich nog herinneren als kind? Wat voor geluiden had Huis voor Wolde? Ja. Elk oud, zoals u zegt, elk oud huis heeft wel zijn geluiden. Maar om nou te zeggen dat ik daar nou nog herinneringen aan heb, nee. Nee. Ze zullen er ongetwijfeld geweest zijn, maar weg. Dat is weg, ja. Ik denk dat ik alles onthoud wat ik wil onthouden. Maar dat ik niet alles dat ik niet wil onthouden, er direct uit krijg. Dus hetgeen dat ik wil onthouden, onthoud ik wel voor 95%. Maar hetgeen dat ik er wel uit krijg, ja, gaat er wel uit, maar daarom niet direct. Dat duurt soms wel iets langer dan dat zou mogen. Mooi bezit, hè, dat geheugen. Ja. Wat zou je zijn zonder? Nou, zoals mijn leven nu is. Nou, in feite niks, hè. You made a point I thought was a good one, too. Which was the business that we don't know. One has to distinguish between there seem to be memory systems which are deliberately transient. Very, very evident in animal studies and as well as in humans. Some people call them scratch pads or working memory, this kind of business. Yeah. In animals, it's very clear. They have a memory system they come to work with every day. Very familiar world. They assemble these local pieces and bits, and they don't intend to hold these memories. A rat doesn't want to, or a human doesn't want to know what it did when it walked out, where you parked your car this morning. If you come to the same parking lot every day and park your car, yeah.
there. You may put it in a different place each day, but you don't want to know where you parked it 3 weeks ago. You only want to know where you parked it this morning. It's a kind of rapidly turning over everyday quotidian memory, if you will. But when it gets to the long-term storage of memory, another kind of memory altogether, the kinds of things that you might actually practice or spend time and read it three times, does that get in? And then let's say the next day you have it stored. Are all such items of those kinds, not each action you've committed during the day, but items in which you've said, no, I'm going to take this in the memory and store this and keep it in there. The phenomenal amounts of that such information. Does that all get in there? Is it actually all still in there? Ja, er is eigenlijk geen enkele reden om aan te nemen van niet. Er is überhaupt eigenlijk geen enkele reden om aan te nemen dat iets wat we op een of andere manier, wat door onze hersens is gegaan, zodat je weet het is binnen geweest, dat het ooit weer verdwijnt. En dus als een kind een speelgoed heeft, daarop focusseert en het pakt, en dat lukt, dan weet je dus de informatie over dat stuk speelgoed is binnengekomen, is er doorheen gegaan, heeft geleid tot een motorische handeling, dan is er geen enkele reden om aan te nemen dat de kennis over dat stuk speelgoed dat hoofd ook weer verlaat, ooit. Het enige probleem is of je er ooit bij kan komen, want wat voor toegang heb je daar later nog toe? All your grade school books and all the courses you had in college and all the stuff that you could not put back on the examination, yes, when you were asked. Because it wasn't really in there and you just couldn't find it. We used to think we used to think there were good theoretical reasons why it could not be, because it's intimidating. You see, when you start to look at the amount of information, the number of bits that are stacked into such a thing, there's a well-known study by a fellow named Standing, was done more than 30 years ago, in which he gave students slides, photographs, and they looked at these things for 5 seconds, and then looked at another one, and looked at another one, and he asked them several days later, had they seen this picture or not? And they had a very good memory. Well, the number of pictures he wound up using, I think, was 10,000 to try and overload the visual recognition memory system. The number of bits of information in those pictures is stupendous. So you would automatically, a priori, imagine that memory can't be that large, that things must be dropping out of it, being bumped out of it constantly because of all these bits. And yet, the most recent work that's been done on this sort of thing, in which you start to calculate how much capacity does a brain network like this have, it's more than adequate, at least for simple recognition memory, not for the assemblage of episodes, not for the putting together of all the complexity, but if you just mean recognizing things, it is absolutely astonishing how much capacity is built into a system, assuming that the basic ideas about how that system work are correct. It's astonishing how much capacity is in there. But maybe like a computer, if you shed some files, it works a little faster. Yeah, there may be that good reason for doing it. But in terms of the number of synapses that are available to it, put it that way, the calculations as to how many synapses you would need to change to encode a recognition of a word, you can show that unbelievable numbers. Van 21 september 1979 tot 20 september 1983 heb jij zo 1 à 2 herinneringen gemiddeld per dag bijgehouden, een keurig cues, ja. Wat er precies in de hand was, dat waren er 1605 in totaal. Naderhand ben je gaan onderzoeken, je eigen autobiografische herinnering. Wat waren de belangrijkste conclusies? De belangrijkste conclusies waren dat op grond van de handvaten die ik erbij had opgeschreven, die volgens mij voldoende waren om die herinnering weer naar boven te halen, een flink deel niet meer oproepbaar was. Zelfs zozeer niet dat ik opgeschreven heb, dat is nooit gebeurd. He, dat ben ik totaal vergeten. Ik kan me daar echt niets van herinneren. Maar omdat er altijd andere personen bij betrokken waren, kon ik dus met die anderen nagaan wat nou die gebeurtenis eigenlijk was. En dan bleek dat als die anderen het zich nou maar herinnerden en erover begonnen uit te weiden, dat ik het verhaal kon completeren, zodat het wel in mijn hoofd bleek te zitten. Dat is vreemd, vind je niet? Het is er wel, ja. Maar het is niet oproepbaar. Nee. Nou, vandaar dat dus mijn stelling is, er is niet de minste aanwijzing dat er ooit iets verdwijnt uit ons hoofd. Het enige wat we kunnen constateren is dat het niet meer oproepbaar is. En verder komen we niet.
Want hoe bewijs je nou dat het echt uit het hoofd verdwenen is? I remember there's a short story I wrote called Disparities. And I only had the opening sentence. And it went something like, I do not know what season it is. And I had that sentence for 2 years. And I didn't have the faintest idea what was going to come afterwards. And I wrote it on the back of a bank slip. And I was very broke. I do not know what season it is. It goes back to my mood, perception of reality. Everything was in that story. The poverty, the bank slip, the one line, the rest of the story non-existent. 2 years later, I started writing again. I took that. And out of that, without thinking about anything, because one word merely followed another in the best sort of order and in the most happy, came this story about one's poverty, difficulty, homelessness, and all of that. It just came out of that, almost as if that line had the memory of everything that itself, the story was going to become encapsulated in a little form. It's yeah, because you know what happens in that line. Well, I don't know what the season it is, and it season it sags. Yeah, it sags. Yeah, and that gives you the entire. Well, that what contains the entire sentiment. Yeah. That season, that feminine word. Yeah. Everything is in there. Yeah. Telefoon. Ja. Erfelijkheid. Ja. Afrika. Ja. Kasteel. Ja. Sneeuw. Ja. Schilderij. Ja. Piano. Ja. Well, let me make a suggestion, and that is that for many years I studied selective attention, and one of the things that certainly affects the both the amount that you remember and store and the differences between individuals' versions of the same event is the way they were directing their attention at the time things happened, which can be a multi-stage process. That is, there are various things that are eliminated at different stages as they come into your nervous system, if you want. And so that this definitely biases your memory of an event. And you will only remember, generally speaking, the version of the event as you experienced it at that moment, and that's very much a function of where your attention was directed, both at the highest level of your consciousness and so on, and at the more peripheral levels of your system. So that's certainly one factor, and so it's not easy to say, do you remember everything, because you would, in a sense, have to be inside the person's head and know what was getting in the first place and how they were configuring that experience at the time they had it. It's not as if we're all objective recorders of the world. It's something I contemplate often, which is the question of how much do we actually live in the moments that we live? And that, of course, determines the quality of memory. I have noticed from my life that the periods in which one either suffered the most tend to go under, like certain rivers, and they travel for a very, 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 very long time, and you've forgotten that there are rivers underground there. Then they burst out as if they had no relation to the river that had gone underground. Whereas periods where there were certain breaks and changes in your consciousness are periods that expand to sort of swallow in all the areas that you draw upon in your future writing and your future thought. I'm just fascinated by the quality of living in the moment that we live. And I think that the quality of memory, and therefore afterwards the quality of invention, has to do with not so much the intensity of consciousness as the openness of consciousness to all the aspects of a given moment.
I'm interested in that because one remembers most vividly when one is, as it were, most alive to experience. But most of experience and most of time, we're simply just not so alive to it. But really, do you mean with alive? Well, I suppose. Well, I suppose a good example, an example I can give, not the best one, but you know, here we are, is to imagine every sense as having eyes, as to imagine there being eyes all over you, all over, and these eyes are open, rather than shut and sleepy. If we assume that what's not perceived is not stored, that still leaves the question of, okay, given that it is everything that's perceived stored. But how do you know? How can you answer the question? Because how do you know whether it was perceived in the first place? Well, you can verify that. Yes, small you can require the subject to respond. Yeah. And, yes, everything is. So I think that's not the main problem. The main problem is that, okay, even if we rule out things that weren't perceived, is all this huge amount of information. All the patterns on this cloth and so forth and so on stored. And I think then the question is, what do you mean by stored? Do you mean stored in a way that it can be retrieved? And I think presumably the answer is there any evidence that the each dot on this tablecloth, for example, can be retrieved even immediately? And that, I think the evidence is probably not. Is it stored? It's probably stored at a level of abstraction so that one has a system that will process it, it will change that system, and in as far as it changes the system, it changes my general concept of Dutch tablecloth, if you like. In a sense, it is stored, but it's not probably stored in the sense of a specific event that can be pulled out. For things like, I want you to go into this room and classify all the objects according to whatever language you want. I give you no instructions. I just want you to go here, take all the objects on this table and put them together. And then at some point in time, I want to show you another object and ask you which category, which group should you put this in. Now, this seems like a trivial task. It's a trivial task until you say, how many potential categorization schemes are on this table? Papers with, well, they're artificial, and glass, that's artificial, coffee's a substance, et cetera. When you look at problems of that kind, problems that involve classification and organization and retrieval from those things. The human memory system is phenomenal. There's no computer system that can approach the human memory system. So if you stated against the most powerful computers in the world, the human memory system in terms of retrieval in those kinds of tasks is a phenomenon. It's a marvel. Now, if you want it in terms of retrieving telephone numbers, it's really not very good at all. So it really does very much depend on what you're saying. It's the kind of information you're asking about. But real world, organize the world, classify it, make it hierarchical classification systems called animals and birds and robins and what everything fits into it, and then try and retrieve some information from that. Then the human memory system is orders of magnitude better than any computer that is on the planet now or that can be imagined. I confess that reality seems to me to be 1,000-octave kind of piece of music, of which one only is aware of 2 or 3 or 4 or 5. So when we talk about memory, one is always talking about something in which one perceives so little, something of which what one retains is so much of a fragment. So we constantly have to weave out of what it is that we know, out of what it is that we think we remember, and out of what it is that we didn't know that we knew, but that only comes about in the process of actually doing it. Mm-hmm. So much of memory is activated in the process. I just find my problem with reality being that we just simply know so little of it at any given point. We know so little of what actually constitutes a phase that we went through, or a moment that we went through, a moment of tragedy, or a magical moment, or an ordinary moment, the chirping of crickets and the particular fragrance of the wind and the smell of the breezes over cornfields and the way the sky was and
all the numerous levels of feelings inside us, and a dream unfinished that we carry with us at a particular moment that affects the way we see things. The interpenetrations of desires, memories that actually intercept the moment that we're experiencing now, fragments of books, fragments of images and music, all of these things, all of these different melodies and different aspects and levels of reality, all of none of which we're completely conscious of, which we live through at any given moment, all of this is a mere fragment of reality. So when we talk of memory, it seems to me that we are already talking like midgets in a vast, mighty mansion that goes all the way halfway to the sky. In other words, let's say reality is a collage, whereas memory is a photograph. Yeah, something to that effect. Well, I something don't think to that. Ben agrees. No. He wouldn't agree with the photograph being. No. Or even the collage. Yeah. Yeah. Hersenletsel. Yeah. Camera. Yeah. Gabriel Minne. Ja. Armando. Nu wil ik geweest of een tiental seconden als ik het overlopen. Suppose we took very good students and very poor students in a college class. Mm-hmm. And we were to say, is there any information as to whether or not the one group is organizing the information in a more efficient fashion than the other group? Yes, I would have thought there's lots of evidence for that. There is. From studies of experts, expert chess players or bridge players or electronic engineers. First of all, they remember more. Secondly, they tend to build their memory into bigger organizational chunks. And thirdly, if you teach people about how to organize, then it improves their memory. Indeed, some people have claimed that sort of memory is virtually synonymous with organization. Mm-hmm. Even if you're not trying to remember something, if you organize it, then you remember just as much as if you were actually trying to remember it. So I think you're exactly right there. I think that's probably what would be a great thing to tell the college kids and all of the kids, in fact. You know, stop worrying about memorizing individual details. Worry about your organizational system. Probably one very important function of literature is that in this chaos that you have described as being reality, which probably is a good definition, provides an order that give us some kind of certainty. That is the, let's say, the superiority that reality has depicted in a novel from the real reality in which we are immersed. When in real reality we can never understand entirely what surrounds us and what is happening around us. Absolutely. We perceive only just a very fragmented aspect of this reality. But when this reality is projected in a fictitious world, in a novel, we have the complete picture, and we have this control of time, which is impossible in the real world. We know exactly what the origin of acts is. We can follow, you know, the cause-effect relationship, and we can relate this archipelago, you know, of episodes and emotions, initiatives, memories that compose a human experience. And I suppose people search or look for this kind of order that seems to describe a complete world. That's been one of the most gratifying things that came out of all the work that we have done on modeling brain networks. We have built biological replicas, or silicon replicas of actual cortical networks, and without any thought in advance, people find this hard to believe, but it's in the literature as we publish slowly. And we would actually put little fake neurons in this network,
and connect it up just exactly as we found it in the brain. You see, mm-hmm. but not trying to solve any problem. We're not building a device here that's going to go out and do something. This is a pure academic exercise. Mm-hmm. So we wire it up and we wire it up. And then we put in these little learning rules that we've established from physiological experiments, these so-called long-term mm-hmm. potentiation mm-hmm. rules. We yep. put those in, again, yep. without any thought. Mm-hmm. Yep. And now you just start stimulating and putting in inputs and putting yep. in information. Yep. And the remarkable thing about it is the most easily seen property in this thing, as you start adding information for it to learn, is it organizes. Uh-huh. That's really nice. Without yes. us ever saying, yep. we want you to organize it, yep. it or do right. this or do right. this, it just starts organizing. And this yep. is a little 1,000 neuron yep. network. Hmm. So you can imagine when, that's yeah, when you brought, it is so efficient in organizing that we ask it to organize a set of some 50, I think it was odors made of many, many components. And it just does it. It just learns each one and then organizes mm-hmm. them. Mm-hmm. To do that task with the university's mainframe computer took 6 hours, whereas this thing does it on the mm-hmm. fly in mm-hmm. seconds. Mm-hmm. So organization of the memory was again, without us asking yep. or insisting, yes. or yep. it was a surprise. Yep. It was right. just there. A hierarchical memory mm-hmm. system emerges. Mm-hmm. And so that may be the secret of it, is that in terms of retrieval, in terms of capacities, the real trick is the fact that the implicit, the drive of biological mm-hmm. Mm-hmm. computational yes. networks yes. to organize. Yeah. Nu wil ik eerst nog voor mezelf, ik heb enkele seconden. Herinneringen zijn een last. Ze maken zich meester van de gedachten en vullen het hoofd. Kan er nog iets nieuws bij? Nauwelijks. Haast is de maat vol. Kunnen er niet wat herinneringen verwijderd worden om plaats te maken voor iets anders? Misschien, maar dan moet men heel erg zijn best doen. Helaas wordt de broze gedachtegang hoofdzakelijk bestuurd en gevormd door de herinnering. De gedachten kunnen slechts kleine danspasjes maken. O, hoe moeilijk het is om het hoofd te verlaten. Hoe moeilijk het is om het leeg te scheppen. Hoe men moet zwoegen. En hoe men steeds het onderspit delft. En hoe men daar langzaam aan te gronden gaat. Ja, je mag wel kijken. Je mag wel kijken. Vond u het leuk om te zingen? Ja, want je moet kijken. Als ik hier zo in, dat kan hier niet. Maar weet ik, dat is mijn roer. Met dat spasje. Kijk mij. Zou je er dan nog eentje doen? Ja, het zou toch wel wat toch helpen. Ja, natuurlijk. Maar moet dan werkelijk alles bewaard blijven? Zijn dat niet wensen en gevoelens die men slechts in weelderige omstandigheden kan koesteren? De tijd slokt alles op. Het gevecht tegen de tijd is een onzinnig gevecht dat nooit en te nimmer goed afloopt. Misschien is het daarom zo'n fraai gevecht. Men raakt eraan verslaafd. Wat u tot nu toe zag en hoorde uit het kasteel, is dat of u wilt of niet, voorgoed opgeslagen in uw geheugen. De stem van Ben Okri. De verbazing van Carrie Lynch. De pantomime van Gabriel Minne. De kleuren van het kasteel. De bril van Ellen Baddeley. En de woorden van Armando, die onverhoeds zijn zijpad insloeg toen hij begon over de last van de herinnering en de tijd die elke illusie sloopt. Onderwerpen waaraan we nog helemaal niet toe zijn. Alles wat u tot nu toe zag en hoorde, raakt u dat nooit meer kwijt? Ook al kunt u het later wellicht niet bewust meer oproepen? Wat slaat de kleine, blinde Derek Paravaccini op?
slaat hij de woorden op die je tegen hem zegt. Of juist niet. Omdat woorden weinig of geen betekenis voor hem hebben. Slaat hij het Joodse gezang op, dat ver weg klinkt uit de buik van het kasteel. We learn to remember the way home, we learn to remember phone numbers and things. Our memory is much more generalized. Whereas Derek's memory is very specific. In tiny, almost like looking at things down a straw. And whereas we might get distracted in what we remember and think of other things, Derek thinks only of music. There's no contamination with other ideas. It's purely music. And those abilities just don't transfer into other areas. You could say Derek is pure music. Yes. And not only as a metaphor. I think literally, if one day if we could examine the brain in that sort of, in a very thorough way, you'd probably find that his brain in some way must model music. It must model musical structures, the actual way it's connected up. Richard Warrow zit helemaal alleen te tekenen in de zaal aan de achterzijde. Hij leeft in een heel andere wereld dan de onze. Hij verzamelt heel andere herinneringen dan wij. Hij tekent maniacaal. Zijn neus bijna op het papier. Hij is slechtziend. Wat slaat hij intussen op van de stemmen die hij ver weg in het kasteel hoort? De geluiden, de geuren, de kleuren. Richard, do you like to draw this picture? Yes. Why? So. Do you like the castle itself? Yeah, good castle. Nice castle. Nice good castle. Nice castle, nice yes. Castle. Mm-hmm. Old-fashioned. Old-fashioned castle. Yes, and what do you like best about it, Richie? Very difficult a question like that to answer for him because he can't express himself why he is actually if he likes it or not, you know. But I somehow or other I feel that he is happy, happily drawing. Yeah. Mevrouw Nobbe begrijpt de stemmen om haar heen niet. Of soms even wel. Dat is het griezelige. Slaat haar geheugen nog iets op? Wat is er overgebleven van haar volle, rijke leven? Nu de storm van het vergeten bijna lijkt te zijn uitgeraasd. We hebben een idee, maar we zullen zien. We hebben alle tijd. Ze luistert nu heel goed. Ja. Ze neemt het wel op. Maar het komt er niet uit meer. Opgesloten in haar eigen hoofd. Ja. En dan weet je niet wat ze zelf denken. Dan zitten ze stil en voor hen uit te staren. En dan weet je niet wat ze denken. Je weet niet eens of ze denken? Nee, weet je niet. Zei u van Nobbe? Van Nobbe? Nou, er wordt wat aan je gevraagd. Ja. Die meneer die vraagt wat aan je. Wat zei u? Ik hoorde u iets zeggen. Wat is... Huh? Weet u nog de vakanties vroeger? Waar jullie naartoe gingen? Ja, natuurlijk. Eickholt, hè? In Heerlen. En in Duitsland. Bij de Titisee. In Zwitserland. In Oostenrijk. Wat Moritz Kommer opslaat van het kasteel. De stemmen. De muziek. Alles. 3 minuten lang slaat hij het op. Dan is het weer weg. Zo leeft hij. Gevangen in telkens de laatste 3 minuten van zijn bestaan. Die opnieuw en opnieuw en opnieuw in het niets oplossen. De muur is gevallen. De Berlijnse muur is weg. Ja. Wist je dat? Oost- en West-Duitsland zijn weer één. Oh ja, is dat zo? Ja. Oh. De Koude Oorlog is voorbij. Oh ja. De muur is dus helemaal afgebroken. Die wordt helemaal afgebroken. Ze zijn bijna al helemaal weg. Oh ja. Dus in Oost- en West-Duitsland zijn we 1 land geworden. Ja. Dus de DDR bestaat op zich niet meer? Nee. Nee. Oh.
Zullen ze dat wel niet zo leuk vinden in de DDR, hè? Want ze waren toen nog communistisch. Toen ze afgescheiden waren van West-Duitsland. Toen waren ze direct communistisch geworden, Oost-Duitsland. Ja. En nou moeten ze natuurlijk weer zich aanpassen aan het Westen. Aan de kapitalisten. Dat is veel groter. Ja. 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 Ja, Rusland is ook niet meer communistisch. Oh ja, is dat zo? Ja. Oh. Leeft Moritz Kommer in de hel? In wat voor wereld leeft iemand die geen herinneringen meer opslaat? We zullen het, naar we aannemen, later wel ontdekken. Alle tijd hebben we. Het kasteel is gegrondvest in 1346. Dat kijkt ook niet op een jaartje. Goed, men ligt, men zit, men wil nadenken, men denkt, men probeert althans. Wat blijkt? Het is zo moeilijk om na te denken. De gedachten worden verstoord door de herinnering, door het geheugen. De last van de herinnering. Maar wat zijn gedachten zonder de herinnering? Denken gaat traag. Hoe te ontsnappen aan de eigen kleine gedachtegang? Juist de onaanzienlijke voorvallen kunnen zo indringend zijn, dat weet je toch. Nog zo'n onbeduidende herinnering. Ik herinner me dat ik voor het eerst iemand zag knikkerbollen. Ik wist niet wat knikkerbollen was. Toen, op zekere dag, zag ik iemand in de trein knikkerbollen. Het was een soldaat. Zijn hoofd viel van boven naar beneden en terug. Well, I'll tell you one thing. Something very simple. Well, you can have the most dramatic experiences. Like, well, for instance, spend 20 years in the camps, or survive the bombardment of Hiroshima, or God knows what, etc., or travel around the world, and you produce not a single line. Absolutely. Whereas a one-night stand gives birth to an immortal lyric. But I don't, I don't think, and I don't believe, you know, that important experiences can be measured in objective terms for writing. Not at all. There are some experiences that are fertile. Yeah. For writers and some, and this is a very private, a very, very intimate, you know, process, which I don't think can be valid for everybody. You know? Nou ja, ik herinner me wel dat ik als klein jochie hier binnenkwam en dat mijn vader hier achter het bureau zat. En die had een laadje met wat oude horloges en... Ik heb toen zo'n horloge gekregen om te demonteren. En dat vond ik heel mooi natuurlijk. Ik kon het niet meer in elkaar zetten, maar ik kon het wel uit elkaar halen, tenminste. Ja, nou, dat was zo'n herinneringetje. Maar ik zal zeker niet lang hier geweest zijn. Omdat, dan werd ik wel weer teruggehaald. Het was even vader zien. Even vader zien. En, snel weer naar boven. Ja, ja, ja. When I consult my memory, what I discover that it's true. In some cases, my memory preserves good experiences or bad experiences, which is perfectly understandable. But not always good experiences are preserved. Sometimes are preserved very vividly. Experiences of something that was not pleasure, was not a tragedy nor a drama, but very banal and vulgar, you know, experiences, but are there with such a strength, with such force. And many other very important episodes are phased out. So I suppose I can create, you know, to rationalize this and establish, you know, a self-justificatory kind of explanation. But my impression is that would be probably more arbitrary than the real thing, you know? Possibly. But, Mario, we are not engaged in this enterprise ever, in this attempts to rationalize memory. I think this is what we're doing the first and perhaps the last time in our lives, yeah? Well,
Well, we will not repeat. Yeah, we won't repeat this. Yeah. Mijn ervaring is dat ik me heel vaak dingen herinner zonder enige betekenis. Waar je het al eerder over had. Een bepaalde lichtval. Een, ja, ja. Een straat die je omgaat. En er gebeurt helemaal niets. Nee, maar dat is toch mooi. Ook. De onaanzienlijke dingen. Ja, waarvan je dan denkt, waarom herinner ik me dat nou? Zoiets volslagen onbeduidends. Nou ja, ik herinner me dat we dus gepakt en gezakt waren voor Zwitserland. En ik was toen 5 of zo. En ik had een trapautootje waar ik erg op gesteld was. En dat mocht niet mee. En toen heb ik mijn vader aangekeken. En die is bovenop het dak van de auto toch meegegaan naar Zwitserland. Grafsteen. Ja. 2.382. Ja. Schoolbord. Ja. Geheugen. Yeah. No, but what about if we accepted just as an hypothesis that our memory is a very free and arbitrary mechanism which has not always a meaningful, you know, content, that is free in the sense that our imagination is free, or that follows this very irrational, you know, path that our desires follow, for example. If we accept that, well, it will result in two things. A, in highly unethical conduct, and secondly, in a devaluation of aesthetic criteria. Well, the first... I can understand, yeah. But the second one, yeah. No, because one of my points is precisely that my memory doesn't follow my taste. I was going to mention. For example, my memory remembers vividly very bad poems and forgets wonderful poems that I admire enormously. Mm-hmm. But very bad poems are there, you know? Mm-hmm. And well, so my memory is not disciplined by my taste, nor by my convictions, nor by my feelings. No? It's a very independent and free mechanism, which is imposed, you know, on my reason, and not dependent on my reason. No? You mean it's like certain tunes in my of, consciousness, certain really. Tunes of Mozart that is very hard to remember, but the most recent pop song or hip hop song that you can't stand, you find yourself humming. Rolling Stone, number 60. Yes. Whoopsie, is it? Big of luck. Alan be your man. Uh-huh. The Bamba City Way. And the first time I'm talking about 20 years ago. Oh, I can get no satisfaction. In satisfaction and go September 65. Well, here you are. During the May 60. I think that maybe one aspect of memory has actually got to do also with an interior thing. I have to keep mentioning this. In other words, parts of us that we do not have any control over, that is its own, if you can imagine, the insides of a computer, doing its own business inside, as it were, but while we, as it were, program it for what we want to do on the outside, if we can imagine its own interior dialogue. And I think of memory in relation to novels, for example, how it is that some passages you remember more than others. Mm-hmm. And some passages are written to not be remembered in order to help those that are remembered to be remembered, if you know what I mean. Yes. That there's so much building, so much architecture also involved in memory. Mm-hmm. I got an idea, Mario, for your arbitrariness. Maybe indeed what it's all about is very simple. Again, well, that is the past, or the things that cease to exist,
don't want entirely to die. To die, yeah, and that's why they just keep popping up. Yeah. Your bad songs, your bad poems want to be improved. Bad poems, good poems. It's not a question of the quality of the poems. Yeah, they just maybe, they maybe. Want to be. They want to be. They won't go. They don't want to go away because at one point they exist. Maybe they are not so bad. Yeah. Maybe something secretly good in them. Yeah, maybe you have rewritten, you know. That'll make a lot of adverts that we'll remember rather good. Never mind. Can you play something of Ella Fitzgerald? Oscar Peterson. Yeah, okay, try. Remember a piece of Oscar Peterson? Yeah. And you play it? Oscar Peets. Ja? Wetenschap? Ja? Suikerbrood? Ja? Tweeling? Nu wil ik weer 10 secondetjes. Als je dingen probeert te herinneren. Ik merkte daarover nadenken dat ik dan vaak mijn ogen dicht doe. Herken je dat? Dat je... Nee. Ten eerste probeer ik me nooit iets te herinneren. Ik herinner me iets. Ik hoef nooit te proberen. Het komt vanzelf wel. En dat zijn nooit zozeer, nogmaals, nooit voorvallen, maar zo geuren, doorlopend herkenningen. Als ik hier, ik ben nu in een kasteel, als ik in het park zou lopen, dan zijn er weer dingen die zich opdringen. Namelijk die herinneringen komen tevoorschijn. Associaties met dingen van vroeger. Het zien van een vijver, het ruiken van een vijver. Bepaalde vogels, de bomen, de lucht, de wolken. Onmiddellijk doen zich vage, doorzichtige herinneringen voor. Maar ik ga niet de tuin in omdat ik me iets probeer te herinneren. Ik probeer me nooit iets te herinneren. Komt vanzelf. Dat komt vanzelf. What about the useless that's remembered? Huh? What about the useless that's remembered? I remember there's... Yeah. There's an account of a Napoleonic soldier saying that all I remember from a particular battle was a woman's dress sort of fluttering in the wind. A specific street corner out of your childhood, yes. Without any meaning. No particular. We sometimes remember the most inconsequential things. Mm. We could call it irrational memory. Regard it simply as the footage that you failed to eliminate. Yeah. It's very interesting that you mentioned the street corner, because indeed one recalls street corners. And that may have to do... Especially in St. Petersburg. Well, in St. Petersburg, but some other things. Mm-hmm. Well, the more one travels, the more complex one's subconscious or one's memory becomes, yeah? That is so much so that when you have a nightmare, let's put it mildly, you don't know where it happens. Well, that is because the facade or the street corner that you behold, has the features of the Viennese opera and of your hometown, mayor's building, that sort of thing, yeah? You don't really quite know. But street corner, when you travel substantially, you unwittingly tend to memorize the layout of streets related to the either railroad station or basically to the railroad station or to the bus station. Yeah, because next time that you alight in the same town, in a sense, you sort of vaguely know where you are, or simply because you know how to make your way back in a strange town.
Well, again, this is, has in the distance to do with dangers. Of course, it has to do with the danger, of being lost in particulars or in particular in, well, unfamiliar space. Toch heb ik de illusie dat ik me soms dingen herinner die volstrekt betekenisloos zijn. Bijvoorbeeld, je gaat de hoek om van de Reigerstraat en de Korreweg in Groningen. Je bent 7 jaar oud, om en nabij. De leeftijd gaat niet eens om. Je hebt dat beeld, je ruikt die straat en je ziet de knikkers in de stoeprand. En er is geen echt dramatische gebeurtenis aan verbonden. Het is alleen lichtvaal en sfeer. Wat is daar aan de hand? Ja, nou heb je het over beelden, hè? En niet over verbale informatie. Kijk, beelden maken uit van onze vaste schema's. We leven in een wereld die we voor een flink deel aardig kennen, omdat we ons daar steeds in begeven. En hoe die wereld eruit ziet, is een vaststaand schema. Dat wil zeggen, iedere herinnering die je hebt van door die straat te gaan, kan gekoppeld worden aan hetzelfde beeld, want je weet hoe die straat eruit ziet. En je hoeft dus niet al die visuele informatie iedere keer opnieuw op te slaan. Dus die schema's die gelden niet alleen voor wat er in de supermarkt gebeurt, maar ook voor onze visuele omgeving. Mm-hmm. We hebben daar standaard plaatjes van. Dat is buitengewoon praktisch, omdat we als we ons later een bepaalde gebeurtenis willen herinneren, we het plaatje erbij krijgen, bij wijze van spreken. Zonder dat we dat noodzakelijkerwijs ook toen ingeprent hebben. Dat plaatje bestond al lang en wordt gewoon erbij gevoegd. En er wordt de saus overheen gegoten die ons de illusie geeft dat het altijd één geheel gevormd heeft. Één geheel geweest is. En niet samengesteld is op het moment dat we het ons herinneren. Maar het is haast als bij het opnemen van een televisiefilm. Je neemt de beelden en het geluid apart op en in de studio wordt het weer samengevoegd. En de kijker heeft absoluut niet het idee dat die van een geheel verschillende banden zijn gekomen. Nee, dat heb je van je eigen geheugen ook niet. Je denkt dat het één doorlopende CIAC-voorstelling is. Altijd één geheel is geweest en je weet niet precies waar eigenlijk die herinneringen vandaan komen. We probably should now emphasize the point that people should go back and keep diaries. Would that help? Suppose we're about, it depends on whether they lied to their diaries, which there is a new study that shows that people lie to their diaries all the time. I mean, because they want to. Especially if they think happier. Especially if they're writing for posterity, like certain senators. Oh, yeah. Right. Did you keep a diary when you were young? No, I didn't. I started keeping a diary. Somebody else? I did. Yes? So, and rereading the diary 20 years later. I don't know if I lied to my diary or not, but I had certain removable truths in my diary, and they were written on separate pieces of paper and clipped to the pages because I had a boyfriend named Neil, and he always threatened, and I was always afraid he was going to get into my diary or he was going to make me let him read it to prove my love or something. So these removable truths, these very special pieces, I had there ready for this time so yes. I could take them off. Give him that's great. The diary. Yeah, that's wonderful. I remember that. Not only have you demolished my feeling about my memory system, you've now demolished the few things I've ever read in other people's diaries. Oh yeah, no, but in other people's diaries. Oh, under invitation here, I'll show you. It's in my diary. I care this much about you. Oh, and I naively read that and believed it was totally true. So it's right through it. She'd pulled off. Johnny called and Howard called and. That's good. Do we all agree that what you remember, even trivial memories, mm-hmm. indirectly or directly, are connected to danger? May I just continue just for a split, just half a minute? Well, I'm not trying to say that it's all, should be explained by the sense of presence or the absence of the sense of danger. But I think the self-preservation instinct plays a great deal of role in selection of our memories. Well, this, I think... It's a very simple thesis, and I'm sorry it took so long. Yeah. Are we sure that we have to give, or that there is
always a rational explanation for all the mechanisms. Well, let's first try the rational explanation. If we are running out of explanations, we can go over to the other ones. Well, no, because I think we could also consider, you know, that memory, maybe as happens with other attributes or possibilities of our personality, imagination, for example, are not always. Not always proceed in rational ways. There are rational elements, but other elements which are not, and that is a free mechanism which make selections, you know, preserve and forget. For what purpose? Well, not to our purpose. What are we looking for these purposes? I think in some cases, yes, there is no way, no doubt, that our memory preserves experiences that have a very strong impact in our life, or that they have a great impact in our life because our memory preserves them, you know? But in some other cases, no. The memory is a free mechanism, an arbitrary mechanism, as I think it is imagination or desire. You know? Als de vraag anders formuleer, herinnering wordt pas opgeslagen en accuraat opgeslagen op het moment dat wij ons bewust zijn wat we ons herinneren. Dus een beeld hebben van de betekenis van de invloeden die we ondergaan. Nee, dat is beslist niet zo. Als je kijkt naar recente experimenten waar onze onderzoeksgroep ook weer betrokken was over herinneringen van mensen die onder narcose zijn, dan zie je dus, en die experimenten zal ik uitleggen hoe dat werkt, het zijn heel simpele experimenten, mensen zijn onder narcose en je leest ze een lijst met woorden voor terwijl ze onder narcose zijn. Als ze bij zijn gekomen, dan laat je ze een lijst met woorden zien waarvan de helft voorgelezen is aan ze en de helft niet. En je vraagt welke zijn onder narcose voorgelezen. Dan weten ze het niet, geen flauw idee. Dan geef je ze een lijst, of een andere groep van dezelfde patiënten, geef je een lijst met beginnetjes van woorden. Dus bijvoorbeeld ZWA, zwa. En dan vraag je mensen dat aan te vullen. Daar zouden ze bijvoorbeeld van kunnen maken zwaan of zwaluw. Dat heet een woordaanvullingstaak. En de ervaring is dat als daar woorden bij zijn die voorgelezen zijn, dan krijgen die de voorkeur. Dus als mensen doorgaans zwa aanvullen tot zwaan en niet tot zwaluw, maar zwaluw is voorgelezen onder narcose, dan hebben die patiënten de neiging om zwaluw te zeggen tegen zwa. En dat heet dan impliciet geheugen, waarmee bedoeld wordt, we weten niet dat we het wisten. Als je met een expliciete geheugentaak mensen dwingt iets uit hun geheugen op te vissen, kunnen ze het ook niet. Maar als je ze een taak geeft waarbij ze dat geheugen onbewust gaan gebruiken, dat blijkt wel te zijn. Hè, dus die experimenten onder narcose zijn een duidelijke aanwijzing van dat er dingen in ons hoofd terechtkomen die later ook een rol gaan spelen waarvan we ons absoluut niet bewust zijn en waar we niet, als we willen, toegang toe hebben. Ik zou nog eens het woord willen horen, nageheugen. Nachtmerrie. Ja. Sarajevo. Ja. Chimpansee. Ja. Donderdag. Ja. Het doet mij denken aan andere experimenten die onder narcose zijn gedaan. Waarbij de chirurg een opmerking maakt van, Jezus Christus, volgens mij is het kanker. Als je de vrouw of man in kwestie heeft opengesneden. En in andere gevallen zegt van, oh, dat ziet er heel gezond uit. Het blijkt dan tamelijk evident te zijn, heb ik begrepen, dat die patiënten die onder narcose gehoord hebben van, Jezus Christus, het is kanker, minder snel herstellen dan de groep die gehoord heeft dat het goed gaat. Ja, en dat is dus een... Het is heel goed dat je het zo formuleert. De bewering dat patiënten zich dat later zouden kunnen herinneren, zeggen, ja, de dokter zei ineens, Jezus Christus, dat was kanker.
Hè, dan gaat het om expliciet geheugen, waar je actief, zeg maar, uitput. En daar is eigenlijk geen enkel bewijs voor dat dat onder narcose gebeurt. Tenzij de narcose niet zwaar genoeg is en ineens ophield te bestaan. Maar onder een goede narcose worden dus zulke dingen wel ingeprent, maar zijn niet toegankelijk. Maar kunnen dus op een andere manier wel hun uitwerking hebben, namelijk op het geloof wat de patiënt zelf heeft in een spoedig herstel. En dan kan de patiënt helemaal niet verwoorden waarom die er eigenlijk geen vertrouwen in heeft. Maar het zit wel ergens achter in het geheugen en blijft invloed uitoefenen. Well, if we're talking about things that happened to people while they were anesthetized during surgery, there are some anecdotal reports that you can wake up out of the surgery and remember some things that supposedly happened. I haven't seen any decent evidence that people can really remember episodes, that they can remember anything that looks like a concrete experience. If there is an anecdotal observation to this effect, then I'd want to know, well, is it possible that the level of anesthesia got really light at some point, yes, and maybe they weren't deeply anesthetized, or is something else going on? But I think there are two questions in the area of anesthesia. One is from a practical point of view, if you're a patient, whether you have horrible memories because the anesthesia wasn't deep enough at the right time or because you would have had them anyway, maybe it doesn't matter to you. So from a practical point of view, it is important to study, given current practice, what's the chance of people being influenced by it. But from a theoretical point of view, I think one needs a better hold on what's going on. And they are actually developing psychophysiological measures based on EEG and so forth that look actually quite promising. Herinnering? Ja? Supermarkt? Ja. Oester? Ik zou nog een keer nummer 2 willen horen. Van de hele serie? Ja. Erfelijkheid. Dus nu bent u aan nummer 26 waarschijnlijk, hè? Ik heb ze niet geteld. Ja, oester. De vorige was supermarkt, hè? Ja. 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 But getting back to the corona, well, the corona, I think, is a very simple thing because with the corona, one way or another, in our mind, is associated a possibility of surprise. Something appears from around the corner. Well, there is that sort of thing. So it's worthwhile to remember this corona, perhaps. Well, uh-huh. Well, that is, well, of course, we shouldn't really, well, and Ben is absolutely right again, well, we shouldn't really, pretend that we relying on the scientific data and this and that, thinkers, et cetera, and literature and arts and so forth, pretend that we know what this piece is all about, et cetera, et cetera. Well, and yet we shouldn't, by the same token, give up entirely the attempts to interpret the phenomenon from the point of view of simple common sense, yeah? And this is what I'm trying, well, whatever it is, to do when I offer this explanation of the corona. I don't know that one would want to say that the episodic, the memory of past experiences and all the rest of this, that this is superbly stored. I don't know if there's any way of evaluating that. But now, done, how good are they doing in terms of information theory, in terms of a mathematical system, Shannon's information theory, which is designed explicitly for the for these kinds of questions? How good are you at chunking information? It's the same system that the telephone company uses to send messages down the wire. They're basically using information theory to say, space the information this way, the most compact way you can package information. If you apply that mathematical theory of information packaging to the way that human beings organize information according to physical similarity, very simple test, you find that they're doing a superb job. That is, they're near the best that can be done. They're extracting things, organizing them,
making subcategories. And what I'm saying is that if you make a model of a very simple brain network and put in rules and regulations of the types that are actually found in brain, you'll have a system right there in the table in front of you that is extremely good, not as good as humans, but extremely good in an information theory sense at organizing information. Simple kind of organization, simple kind of information. I would like to suggest that perhaps one of the things that drove the design of cortical circuitries, brain circuitries, of mammals in particular, one of the things that drove it was an evolution towards efficient information packaging. That, you know, we tend to take questions like, how does a librarian work? How does it get all that information shoved in there in such an efficient packaging so we can find it? We tend to think of that as a quaternary concern of brain evolution, not that brain evolution really is a concern. But I'm suggesting that that may not be right. That may have actually been one of the real evolutionary pressures that was there from the very beginning, from those little snout-long anteaters crawling around in the northern latitudes, trying to avoid getting stepped on by dinosaurs, from that level. I think we should be careful to not assume that even with the combination of all we know in the sciences and the little we've discovered in the arts, that we can actually begin to describe the full dimensions of the human being. Yes, I agree with that. Either through any kind of laws that we've got through scientists or thinkers, I think we should really assume to some extent that we're really at the ABC of the possibilities and the definition of the human spirit. I think we should assume that fairly. Otherwise, we're in danger of being arrogant about the human estate. And what we may consider self-preservation in terms of memory, maybe things which at this point we may not even consider important. In other words, it's not just important things, like things to do with danger or pleasure, that may be important to self-preservation. It may be that things that we consider useless, things that may fall into the area of playfulness, things that may fall into the area of the spirit's dance, for example, things that may fall into little bits of a jigsaw that's not the eye or the nose or the ear that actually makes the face, but something which, if it's not there in the head, makes the face incomplete. In other words, what are the things that preserve us? Is it only the things that have to do with food building, a place to live, and things like that? Or are there other irrational, unsuspected, unknown, unnamed elements which are also important? Yes, like humor. I mean, one may consider that certain things that we remember have to do with the necessity for the spirit's humor, a certain liveliness, a certain absurdity. Maybe these too are important for self-preservation. Maybe too much of what is important is ultimately not enough, that we also need things that don't seem so important. You call it imagination. I think imagination covers part of that territory. U zit, als u de woorden repeteert, bewegingen te maken, een soort pantomime. Wat gebeurt er op dat moment? Ik probeer wel van die woorden een film te maken. En ook probeer ik, maar het was wel moeilijk, ne? Probeer ik de woorden me zo griezelig mogelijk voor te stellen. Omdat je altijd beter iets griezeligs kan onthouden dan iets gewoons. Neem nu bijvoorbeeld de sneeuw. Dat klinkt misschien raar, maar onthoud ik dat ik bloedsporen zie liggen in de sneeuw. Omdat ik ze dan wel beter... wat hadden we dan nog? Schilderij bijvoorbeeld. Een schilderij. Zal ik me altijd een schilderij voorstellen, bijvoorbeeld van... een dier die geslacht wordt, of een moord die gebeurt, of echt iets griezeligs. Dan zie ik wel dat schilderij voor mij. Dus griezelig. Maar bij suikerbrood? Dan stel ik me voor, ik zie dat iemand van dat suikerbrood eten en die valt onmiddellijk neer. Het is een verheftigd suikerbrood. Dus allemaal naar het griezelige toe. Derek? Yeah. Do you want to play along with that? Yeah. Not that one. That's right.
wordt alles bewaard in ons geheugen. Ook al kunnen we het meeste niet op bevel terughalen. Ons geheugen heeft een letterlijk onvoorstelbare opslagcapaciteit. In bits uitgedrukt, 1000 biljoen. Ons geheugen lijkt meer informatiekoppelingen aan te kunnen dan er atomen in de Melkweg zijn. Dat is zoveel dat het niets meer zegt. Dat jasje of truitje dat Derek Parafaccini aan heeft, de kleine blinde pianist. Dat kunt u zich mogelijk nu al niet meer herinneren. Maar ziet u het zometeen terug, dan herkent u het onmiddellijk. Informatie, hoe triviaal ook, wordt opgeslagen. O Rose, O pure contradiction, be no one's sleep under so many lids. Yeah. Which for me is one of the most perfect enigmas of both memory and not being. It reminds me of the Xuanzu story of the useless tree. Someone goes past this useless tree and says, "You're a completely useless tree. Goodness, you should be ashamed of yourself." And the tree says, "Really? Well, look at that useful tree over there. They chop it down. Look at that beautiful plant over there. They make herbs out of it. Look at that lovely flower. They put it on walls and tables and so on. Me? They leave me alone." Zijn we al 2 uur onderweg? We zijn nog maar amper begonnen. Alles moet nog komen. Onze traumatische herinneringen. Hoe ons geheugen biologisch werkt. Onze herinneringen aan dierbare gestorvenen. De vervalsing van onze herinneringen. Niets is nog besproken. Maar we zijn tenminste begonnen. Hier op het kasteel dat in 1346 werd gegrondvest. Dat in de 16e eeuw 2 keer werd belegerd door de bisschop van Utrecht. En waar je de tijd kunt horen. In het kraken van de 3e tree op de trap naar de bovenverdieping. Ook al is de baron vergeten dat die tree ook al kraakte toen hij nog maar 6 jaar oud was. Morris, even voor de goede orde. We hebben net koffie gedronken beneden. Oh ja. Herinner je de prachtige woonkeuken waar vroeger de bedienden samen scholden en het kasteel hier? Nee, herinner ik me niet. Nee, nee. Ik leid toch aan geheugenverlies? Ja. Nee, moet ik je nog even uitleggen wat we hier doen? Of weet je nog iets van? Ik weet er niets van. Even heel rustig nadenken. We zitten hier bij elkaar. Ja. En dan gaan we gezellig kletsen. Over van alles, denk ik. En waar gaat het programma over? Wat? Waar gaat het programma over? Geheugenverlies. Over het geheugen. Nou, ik vind het al goed. Ja. Nee, ik dacht dat hij er toch uit zou komen, maar het lukt niet. Want soms herinnert hij zich wel. Ja, soms dan, ja. Ja. Het is voor de VPRO-televisie. Oh. Kijk je veel televisie? Ja, tuurlijk. VPRO-televisie kijk ik ook wel naar. Weet je speciale programma's waar je naar kijkt, die je van houdt? Nou, weet ik niet, nee. Ik kijk wel naar speciale programma's, maar daar weet ik de naam niet meer van. En wanneer het gegeven wordt, ook niet. Nee. Thank you. Zult u zich een onbeduidend beeld als dit, water inschenkende wetenschappers, voor altijd blijven herinneren, of u wilt of niet? Hoeveel van de woorden die Gabriel Minne in de kamer van de oud-tantes boven op volgorde in zijn geheugen probeert op te slaan, kunt u nog oproepen? En hoeveel van de nog volgende? Zijn de woorden beter te onthouden zodra je ze koppelt aan griezelige voorstellingen? De vorige was Supermarkt, hè? Ja. 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 God? Ja. Volkswagen? Ja. Middeleeuwen. Ja.
computer. Ja, nu willekeur 10 seconden. Ik moet nogmaals het woord hebben naar geheugen. Het woord naar geheugen is nachtmerrie. Zijn we hier om over herinneringen te praten? We zijn er ook om ze op te halen. Om te beginnen die aan de kindertijd. Bijvoorbeeld die van Jozef Brodsky in Rusland, dat toen nog de Sovjet-Unie heette. Die van Ben Okri in Nigeria. Die van Gerard Deurlacher, een Joodse jongen in Nazi-Duitsland. Die van Hans Bloemendal, eveneens een Joods jongetje in Nazi-Duitsland. De kinderherinneringen van Mario Vargas Llosa in Latijns-Amerika halen we op. Die van Armando in Nederland. Die van Moritz Kommer in Indonesië. Heel misschien die van Nel Nobbe in Amsterdam. De kinderherinneringen van Gary Lynch halen we op. Misschien die van Merlin Donald, Elizabeth Loftus, Ellen Baddeley of Richard Varvrow. En heel misschien die van Derek Parravaccini in Engeland. Ik bedoel, laten we eerst maar eens bezien wat ieder zich herinnert van zijn kinderjaren. En wat u zich op uw beurt weer herinnert zodra u woorden hoort als opa, angst, de drie musketiers, straatbendes, seks, bloeiende hei of nazi's. Dan zien we de volgende week wel weer of het om waar gebeurde verhalen gaat of om vervalsingen. Hij denkt graag aan vroeger terug, hoe rustig het toen was en dat er zelfs tijdens de oorlogsjaren een schijnbare rust heerste, slechts onderbroken door een bevel of een kolfslag. Vroeger wist hij nog niet dat de toekomst geen knip voor de neus waard was. Kijk maar naar de huidige buitenkant. Die is lelijk en luid. Vroeger verlangde hij naar de toekomst, omdat hij jong was. Dat hoort. Als je jong bent, hunker je naar de toekomst. En nu hij ouder geworden is, weet hij hoe zijn toekomst van toen eruit ziet. Want het is het heden van nu. Af en toe moet hij zijn handen voor zijn ogen en tegen zijn oren houden om te overleven. Ik denk dat hij daarom zijn leven aan de kunsten wijdt. Ik denk dat de kunsten hem een beetje troost schenken. Richard, I'd like to be asked one question, you know, please. What do you see on this picture? A swan, a giant owl, a giant owl. What birds are they? Kingfisher. Kingfisher, that's Kingfisher right. And look down and right on the wood and back in Britain. Yes, and what year was that when you draw it? We should be on what September, year? September 62. No, and no, 60. What colors are they, Richie? What about that color? Yellow and blue. Yellow. And white. Mm-hmm. What about that color? Yes. Black. Black. Black wood. Yeah. Uh-huh. Now, what, Richard, what picture is this one? It's on the Moffat and the Waddock and the Spurrier in Gookapur, in Spurrier and David. Basically, I think memory, and particularly childhood as an object of memory, has to do with a very simple thing, I suppose. Well, it has to do with the very acute sense that one has of the passage of time. Well, that is, there is a tendency to retain something which you know is perishing. And nothing is more immediately perishing from reality, well, than your childhood, yeah? Well, that's, it may be happy, it may be unhappy, it may be God knows what, et cetera, but it's clear that it departs, yeah? Well, and that's, basically, presumably,
presumably one of the main tasks, unwitting tasks of literature, is that of retaining, yeah, those things that will disappear. It sort of makes me feel like a coinage, that in relation to childhood, memory is a sort of utopia constantly betrayed. A utopia because childhood is, whether it's a brutalized childhood, an unhappy one or not, is in many ways immersed in a kind of a river of possible fairy tales. Not just the one that you read, but one that you hope to live in a way. And what you're saying about the passing of time, mm-hmm. And its vanishing, and also the betrayal of time, I think those two things kind of always meet and creates a sort of a music which later on tends to represent, even for those who've had the most unhappy childhoods, to some degree the most perfect periods of their life. Mm-hmm. It's because all possibility was there. Mm-hmm. But it's the beginning of all conceptions of utopia that we have, childhood. Yehuda filosofeert, ik geloof dat ieder mens naar zijn jeugd terugkijkt als naar het verloren paradijs. Jouw jeugd voordat het misging, zal ik maar zeggen. Wat voor beelden zijn? Was geen paradijs. Want ik ben in Duitsland geboren. En toen ik 5 jaar was, of 4 jaar eigenlijk, toen begon het daar in 33. Hè? Nou, voor 33 is mijn geheugen heel afwezig, wil ik niet zeggen. Er zijn bepaalde flitsen, maar die herinner ik me nauwelijks meer. Alleen, ik zou willen zeggen, filmflitsen van een moment wat onprettig of prettig was. Maar na 33 heeft zich dat nogal diep ingeprent. Maar ook niet continu. Want het zou prettig zijn als je een geheugen had waar je een soort continuïteit kan vinden. Om het later als het ware heel chronologisch te beschrijven. Dat is er niet. Het zijn filmflitsen. Met stemmen soms waar ik de inhoud niet van ken. Alleen heel enkele keer een woord. Daarom gebruik ik in mijn boeken ook nooit een dialoog. Vrijwel nooit. Want een dialoog kan ik me niet herinneren. Komen er veel mensen voor in je herinneringen? Laat staan mensen die met elkaar praten, gespreksflarden. Ja, zeker, ja. Geluiden van mensen, ja. Gesprekken in de verte. Opgewonden gesprekken. Angstige gesprekken, wat met oorlog te maken heeft. Maar hoor je dan wat ze zeggen? Of hoor je meer het timbre waarmee ze praten? Het laatste, ja. Je hoort de klankkleur, het geroep. Omdat je meestal als kind lig je vroeger in bed dan de volwassenen. En dan hoor je dan zo half in slaap, hoor je die opgewonden stemmen. Dat er iets bijzonders is op straat. Of wat ik overigens niet angstig vond, wat ik heel spannend vond. Iedereen heeft het gevoel dat er tenminste één herinnering was die de eerste was in zijn bestaan. De eerste bewuste herinnering. Nou, als ik echt heel diep in mijn herinnering duik, is het een herinnering aan mijn grootvader van moeders kant. En omdat ik daar nog steeds een herkenningspunt zie. Die had in de oorlog 70-71 gevochten tegen de Fransen. En die had hier op zijn borst een stel van die feestartikelen. Bepaalde Duitse ordes. Dat zag ik toen en dat zie ik nu nog voor me. Hoewel ik de man heel kort heb gekend. Maar toen was ik ongeveer een jaar of 3, 3,5. Maar verder terug, nee. Dat kan ik niet. Tot welk jaar, welk levensjaar van jou gaan je eerste herinneringen terug, denk je? Bewuste herinneringen. Ja, ik denk dat ik toen een jaar of 3 was. Toen stierf mijn grootvader, die ik nauwelijks kende. En die leefde in Chemnitz en wij leefden in Baden-Baden. En wij leefden toen in een heel groot huis. Een beetje hol, groot, donker huis. En toen gebeurde het volgende. Mijn ouders moesten naar Chemnitz. Er was eigenlijk geen oppas, alleen mijn grootmoeder. Maar die ging vroeg slapen. En ik herinner mij nog wel de doodsangst in die donkere gangen toen ik wakker werd midden in de nacht en er was niemand. Dat herinner ik me. In een relatief vreemde
In een groot donker huis dat ik niet nauwelijks kende. En toen moet ik 2 of 3 geweest zijn. Dat was heel traumatisch en dat is blijven hangen. Is dat beeld er nog heel duidelijk? Ja. Zo'n jongetje in zo'n leeg donker. Ja. Ik voel nog de muren waar langs ik liep. In het donker? In het donker. Tastend? Ja, tastend. Was er geen licht op een of andere manier? Er kwam wat licht onder de slaapkamer van mijn grootmoeder uit. Maar ik maak kennelijk die deur open, maar dat weet ik niet meer precies, moet je erbij zeggen. En ja, ze sliep. En toen voelde ik me echt in een soort paniekstemming. Die paniekstemming voel ik nog als ik daar aan terugdenk. Toen ik heel klein was, woonde ik in Surabaya. Op Oost-Java is dat. Maar daar kan ik me niets meer van herinneren. Hoe oud was je toen? 3, 4? 4 jaar, ja. 4, 5. Wat zijn de aardige herinneringen aan Indonesië? Nou, alles was aardig. Het is een werkelijk kostelijk land. Indonesië. Oh, het is zo'n fijn land. Echt. Noem eens voorbeelden van dingen. Nou, de temperatuur is toch altijd lekker. Altijd warm. Ja. Het is heel fijn. Kun je herinneren, je vader, je moeder, de sfeer in huis? Ja, tuurlijk. Mijn vader en moeder, die ken ik nog heel goed. Mm-hmm. En sfeer in huis, ja, gewoon. Het was een heel groot huis. En de sfeer, ja, god, veel bedienden en zo. Je hoefde zelf niks te doen als kind. Nee. Dat is zo. Ik herinner me ook, we hadden hier een eigen installatie om water op te pompen. Er was geen waterleiding nog, geen aansluiting aan de waterleiding. We hadden een eigen waterleiding, een eigen pomp. Met een zuiveringsinstallatie, want het was zeer ijzerhoudend, het water. En dat werkte automatisch met gewichten. Dus als het reservoir dus bijna leeg was, dan ging dat gewicht, dat startte dan de motor. En als klein jochie heb ik zo'n gewichtje, daar heb ik eens even mee gespeeld. En toen ging de motor, die ging aan en het water ging spuiten. En ik dacht, heel veel water loopt onder. Ik had daar natuurlijk niet aan mogen komen. Ik was in paniek. Maar ja, ik was een jochie van een jaar of 5. En zo'n motor waar je dan vlak naast staat als klein jochie, dat geeft een enorm lawaai. En dan dat water dat daar met geweld naar beneden komt. Ja, dat is iets wat je wel bijblijft. Mm-hmm. Die ruimte is er nog, die pomp is al lang weg, maar als ik daar in de Oranjerie in die ruimte ben, dan denk ik daaraan. Ja. Was dat zo? Dat jullie bang waren voor spoken? Dat die een rol speelde in je jeugd? Ja, ja. Momos werd dat genoemd, hè? Momos. Momo. Kinderen werden daar altijd bang gemaakt. Zoals ze hier worden de kinderen er ook altijd, door hun ouders er ook altijd. Pas op, anders word je meegenomen door een rover of zo. En daar was het altijd de momos, hè? De geesten. Ja, waar het geesten, dus waar de diverse soorten geesten en spoken, of was momo een verhaal, of stond dat woord voor één soort spook, één soort geest? Ja. Of had je allerlei soorten spoken? Ja, je had wel verschillende soorten natuurlijk, hè. Maar ze hadden maar één woord voor momo. Hij was een kwade geest. Dus geen engel, maar een bengel. Geloofde je erin? Als je klein bent. Ja. Toen ik 12 jaar was of zo. Toen geloofde ik er wel in. Ik was altijd bang in het donker. Ja. En toen heeft mijn moeder mij helemaal ingepompt dat het allemaal flauwekul was. En dat je niet... Zelfs als volwassene kreeg jij nog voordat je ging slapen onder het bed op. Ja, want je bent helemaal opgevoed zo met die geestenwereld, hè, in Indonesië. Ja, de tweede natuur geworden. Ja, het is een tweede natuur geworden. There's a journey I made
as a kid from Nigeria back to England, back to Nigeria. Mm-hmm. It's a journey I didn't want to make because my mother tricked me into going back. I didn't want to go back to Nigeria. I wanted to stay in England. And she tricked me on the boat and left all my collection of comics behind. And I never forgave her that. But there was a moment on that journey, on the boat, on one of the decks, at night, looking out over the sea that I think is one of the most perfect moments of my life. Mm-hmm. Well, I remember What did you see? Try to describe it. Oh, can't you? Ben Okri, dissolved in infinity. I was just there on this great sea, and there's no way of describing it. The sea was out there. There was no land. There was no beginning. There was no end. There was no past. There was no future. There was no hope. There was no fear. There was just me, this little kid, just sitting on a chair and just looking out over this great, dark, luminous sea. It's impossible to forget. And it's impossible to relive. Totally. Say, impossible. Come on here. As I speak to you now, I briefly flick into it, like stepping into another world. Just very briefly, just go there and come back. I'm glad I brought it up because. Mm-hmm. That's partly understandable because of the sea. Because indeed, the sea, especially at night, and provided there's a bit of a moonlight. Well, indeed, looks like that you are on an entirely different planet. That something is happening to you which wasn't supposed to happen. Yes. I saw the sea for the first time when I was 10 years old, and I remember also very strongly, you know, this moment in which I saw from the top of a mountain, you know, the sea in the south of Peru. In Camaná, you're talking that's about? That's right, in Camaná. Yeah. I had been living in Bolivia, you know, until then, and that was my first vision of the sea. And I remember my excitement. I was tremendously excited with the vision of the waves, big waves, and mm-hmm. and with the sand, the beaches, you know, and of the coastal region in Peru. And it was a very, very strong, you know, vision. And until now, I think that part of the Peruvian geography, you know, the coastal region, mm-hmm. the sea and the desert, you know, the sand mm-hmm. Desert, is probably the most living aspect of the country in my memory. Mm-hmm. Yeah. Hoeveel zijn er? Neemt er nog 10? Ik neem er nog. We hebben er nu 30. Ik neem er nog 10. Ja. Kan ik doorgaan naar computer? Ja. Struikgewas. Ja. Droom. Ja. Déjà vu. Ja. I want to hear. No, I'm just looking. Nothing of the sort. St. Petersburg aside. It's indeed St. Petersburg. Nothing of the sort. I remember the thing I remember most clearly, or which I can say most authoritatively, about my own childhood, that I remember myself always wishing very badly to get older, to get out of it, to get into the grown-ups yeah. league. Yeah, well, it's a common experience. Yeah, it's a very common experience, I suppose. Well, I am not saying anything unique, and there is nothing really much that is dear in it for me. And never was. There were several instances. Obviously, that the city itself was rather wonderful. And what I really enjoyed, perhaps as a child, most
was the walks along the river, especially when in the inclement weather. That it's rather wonderful, that sort of leaden color of the water and the palaces and this and that. And you walk and then just you have a sense of infinity. The most, perhaps, the strongest feeling of joy, I had as a child, standing on one bridge of the river and looking down the river and seeing in the distance another bridge and the buildings in the distance. Well, and depending on the light, they would look differently, etc., etc. And it would give you a sense, though you knew that town already, well, even as a child, you knew who lives there, but somehow it gave you a sense of the almost a different country or different realm over there. That sort of thing, yeah. Well, that's that fantasy. How long back do you think the notion of this episodic, dense, personal memory filled with content, emotional content, et cetera, how far back does that go? And how far back is it really the case we have that memory as opposed to reconstructions of those events? Is this making any sense? Yes. Mm. I mean, I have a sense of memory of 2 years ago and of events in which I can fill in the emotionality of it feels real, the sense of it, the continuity of the film aspect of it. But in truth, when I think about memories that are 10 years old or 15 years old, I often have the sense that it's really closer to looking through a series of photographs rather than viewing the film, that I really don't have the continuity, I don't have the emotional content. How are you feeling? Fine. It's a nice day? Good day. Good day on 22nd of February 1994. How old are you now? 41. 41. Yeah. Yes. What year were you born? Do you remember? Right, you were in Dundee. 3 o'clock. Tomorrow morning. 3 o'clock. You were born at 3 o'clock in the morning? 3 o'clock in the morning. 3:15. Is it the case that when we're talking about memory, we need to make distinctions about memories of the near past, past being 3-4 years, versus memories of the 10 years, 15-year period? Well, I'd answer your question, Gary, by just telling you about the research on childhood amnesia. And I would say, we'll see if Alan agrees with me, that most cognitive psychologists would say that the offset of childhood amnesia is about 3 to 3.5. There is a new study by Dick Neisser that's trying to push that a little earlier to say that maybe for some significant events like the birth of a younger sibling, or you might actually be able to have some genuine episodic memory for that just under the age of 3, 2 plus. I believe you can't separate out those memories from family stories and from inferences and so on. Mm-hmm. But let's just say roughly 3 to 3.5, and for some people that earliest memory isn't till the age of 4 or 5 or even older. And after that, I haven't heard a distinction of the sort that you're trying to make with your own personal experience between a few years ago and a few more years ago. I see. So that there isn't, in the literature or in your own personal life, you don't feel a distinction, that there's either experimental evidence of such a distinction or you don't feel it. I'm a rat scientist, so we probably have very, very different memory systems in our head to begin with. I mean, let me hasten to say that there are three people here who really study memory, and there's this brain scientist, so our brains probably aren't the same to start with. But you mean, so you're saying is that experimentally, there is no reason to believe, as we talk about memory, that there's a qualitative difference in its density and emotionality and its sense of continuity from the 3-year period to 30-year period. No, actually, I think it's a continuous and monotonically defining function until you get to this abrupt spot where childhood amnesia is, and then something dramatic happens to the function. And we need some future research to tell us whether there are any of these other distinctions in there that your question is indicating an interest in. Okay. I mean, it's an important thing, because if it is of the case, then we need to, it would be necessary to make that kind of distinction in terms of editing functions, in terms of suppression, in terms of if we're talking about the sort of suppression of memory because of its emotional content, because of the little flags it has on it, that the memory scanner is going back through. But the sense I have here is that those little flags, those little emotionality components of memory are there all the way back, except until you get to childhood amnesia. And that's it. That's true. Yep, I'd go along with that. I don't have any reason to assume that we have qualitative breaks between sort of 5 and the present. Okay. Gary has.
Yes, I think we need. He's a the PET only one at the table. I think we need a PET scan in here. I certainly feel saying, that. Are you saying that true episodic memories that is that haven't been recoded in verbal form or some other form are fade or get overlain with other things as time goes by? Is that what you're saying, essentially, that it just gets increasingly out of reach, not because it's qualitatively different, but because there's more interference with something of that kind, recent yeah. acquisition? Yeah, something of that kind. I've often wondered about this in the business of retrograde amnesia in humans, mm-hmm. where it seems to hit several years back, that what you might not, after lesions, oftentimes people have brain damage, they'll report some loss of memory backwards, and that memory loss seems to get less and less as you go back in time. Yeah. I've often wondered, part of that might not be that the episodic memories themselves, the dense filmic memory, if you will, doesn't really go back that far altogether anyway. I think it's partly that the old memories are memories that have been integrated with everything that's followed, so they have lots and lots of links with the present. Whereas the memories that have just happened haven't had time to build up this degree of richness and associativity connection. With it. Yeah, yes. Uh-huh. So they're just more robust. Weet u het nog? Van Nobbe? Yeah. Weet u nog Juliaantje en Beatrix? Ja. Weet u het nog? Op Soestdijk? Moest jij niet het meisje wegbrengen van Drabbe naar het paleis, naar Soestdijk? Dat ze speelde met Beatrix. Kun je dat niet meer herinneren? Dan moest je er wegbrengen, weet je wel? Heb je tenminste meermalen tegen me gezegd. Wat is het leven eigenlijk voor iemand zonder geheugen? Of met heel weinig geheugen? Niks meer. Je moet altijd dubbel denken. Wat ze bedoelen, wat ze menen. Ze kunnen ook zo gauw kwaad wezen ook, hè? Ja, niet zo alleen, hè? Nee, jij niet. Nee, hoor. Maar ik heb het niet over jou, ik heb het over het algemeen. Nou, staat u er nou niet zelf versteld van? Ja, die dingen bijvoorbeeld. Dus ze nemen het wel op. Dus alles wat u vertelt. Ja. Dat kan ze horen en kan ze begrijpen misschien. Je weet het niet. En enkele dingen kan ze uitpraten. Een soort schimmerrijk ben je. Nee hoor. Ben? Wat is het? Wat er is, niks, nou. Ik heb even een pissen, slangen zo te vangen. Ja, dat doe ik. I'm becoming very concerned about this, as this conversation develops, that maybe there is something wrong. But someone once described it for me as, I seem to be a person walking along a carpet and the carpet's rolling up behind me, where the carpet here would be the density of memory, the emotionality of memory. It's a thought that began to occur to me as I was turning 40 or so, that I didn't feel the same sense of continuity as a person in the sense that that was the same person back there then. It was at 18, at 20, at 25, that's here now. It seemed to me that the person who is here now was not the same person who was there in terms of the emotions of things, do you see? Nothing had changed very much in terms of political orientation or general things of that kind, but nonetheless, I didn't feel to be quite the same. Something seemed to be missing. I remember when I was in graduate school, I was at Princeton, and which was a very change. It was quite a change of address for me, because Princeton's a very formal sort of place for the United States. And I could always remember going at a bar if I had a drink of scotch, that my mood changed, and Princeton seemed to have vanished, and there was this much earlier person who emerged, same sort of feelings and attitudes and everything. Mm-hmm. I wasn't able to contact that person any longer
when I reach 40. So in that sense, I think, at least for me, memory changes as you get older. You lose, you feel like you're losing contact with some earlier person. Mm-hmm. No? Well, you're not old enough, but I mean, about these things. Thank you. I don't. I feel like I want to say time is a river you can't step into twice or something as I listen to you, but I don't know if that buys us anything. It seems as though that I am very familiar with the single personality that is me. Mm-hmm. Back about 20 years or so, or 25 years or so, I just feel like that's the same guy. Mm. So that period during which you've been a famous neuroscientist. No, really. I was the same person. I was the same person when that first Even started. Before yeah. This. Yeah. No, I was say up to 35 when I was already a famous neuroscientist. I still felt I could reach back and touch the kid that was in high school, that we could touch. And somewhere along the line, he slipped away, but there was the one that was in college was still in contact, and now I've lost that one, and I'm losing contact with the one that's in graduate school. I'm thinking of that as I'm going back to Princeton to give a lecture. Now, when I go back and I look around, it has not the same density of feeling. I turn a corner and I don't evoke these emotions. But perhaps this is different with me. What it was a sense of sadness about that, was that I just didn't have that. I really just felt like someone was slipping out of my fingers. But that's uniek, I think, to me then, I guess, or at least here. Als we nu kijken naar de gedachten die je van binnen hebt, dan denk ik, ik ben nog steeds datzelfde jongetje wat toen uit Fulda wegging. Natuurlijk zijn er duizenden dingen veranderd, maar het bewustzijn is, om een geleerd woord te gebruiken, identiek. Ik ben dezelfde. En eigenlijk is het beeld wat je van jezelf hebt, dat is ook hetzelfde. Ja, ik weet niet wat andere mensen voelen, maar als ik erover nadenk, voel ik het zo. In this, I think everybody can be Freudian. Not in the rest of the Freudian theories, but at least in the idea that childhood is the most important experience in life and that the rest of life is really conditioned by childhood experiences. I think this is... I may ask for a different ballot paper. Mm-hmm. You don't agree? Well, maybe, no, maybe I don't agree. I'm like convinced of that because I think in my case, this is so obvious, so evident, you know, that what happened to me in my childhood is something that is still looming in what I do and what I try to do. And so I feel myself really deeply conditioned by my childhood. I'm not saying that I don't think people are free to change course and to change and to build at least part of his destiny, of his personal history. No, I think you have a wide march of choice, but that this choice is in many, many cases determined by childhood experiences. Ik kwam als klein kind bijna niet binnen. Het was een heel ander leven. Kinderen die tot een bepaalde leeftijd bleven ze op de achtergrond. Ja, u bedoelt binnen bij uw ouders? Ja, ja, ja. Ik at apart met de gouvernante. Dat is pas later dus veranderd, maar dat was heel normaal dat je dus... En dan s'avonds kwam je even binnen om goeienacht te zeggen. Dat was alles? Ja, nou ja, en ik ging wel eens een wandelingetje met mijn vader maken, maar... ja, het was toch wel heel anders als nu. Ja, u werd opgevoed door de gouvernante. Ja, ja, ja. U kreeg les van de gouvernante. Ja. Ja. De functie van uw moeder werd overgenomen door de gouvernante. Ja, ja, ja. Mary, can I ask you one thing? Oh, Ben, but you've met surely the people who think somewhat differently, who do all they can to
to forget the childhood, yes. to reject it, well, simply, so, not exactly to suppress, but simply because, well, they're active beings, they're active people, their mm-hmm. temperaments are active. And any active person, well, dislikes childhood immensely because, well, childhood is the time when you have been bossed around, yeah, mm-hmm. when you've been under the control. And a man tries simply to be on his own, so mm-hmm. to speak, yeah, well. No, I agree. But, I agree entirely. I don't think you are influenced or even determined by episodes that you recollect vividly. You know, I think this operates in many cases in an unconscious way. You know, mean more oblique sort of influences. I think so. Yeah. Yes. Yeah. Mm-hmm. Very much. Heeft u het gevoel dat uw vrouw langzaam teruggaat eigenlijk naar kindertijd? Dat ze langzaam weer kind wordt? Gaan ze allemaal. Want spelletjes doen, bijvoorbeeld met een bal of zo, dat doen ze allemaal. En liedjes zingen, schoolliedjes bijvoorbeeld, die dingetjes, dat doen ze allemaal. Want het zijn eigenlijk kleine kinderen. Zo moet je ze behandelen. Vind ik tenminste. Raar, hè? Dat we aan het eind van ons leven helemaal terugrollen naar onze kinderen. Onze jeugdtijd. Ja, dat deed je toch met oude mensen toch ook. Vroeger, als ze nou een snoepje kregen, een tumtummetje, dan zijn ze blij. Dan zijn ze blij ermee. Alsof ze weer een vroeger kind zei ze zegt, kom, mocht een tumtummetjes. Wil je me nou niet geven? Nou zijn ze blij als ze een snoepje krijgen. Hoe gaat het, mevrouw Nobbe? Mevrouw Nobbe? Gaat het of... U ergens last van? Nee? Iedereen heeft bepaalde beelden of eerste herinneringen die je hele leven lang zo met je, die je met je meezult. Rust, of? Rust. Vooral stille straten. Zelfs in de stad. Enorme, veel meer stilte. De grachten zonder auto's. Buiten de dorpen, de steden. Ik heb... Een paar jaar voor de oorlog. Ik ben in Amsterdam geboren, maar dan ging ik naar Amersfoort. Zo'n Amersfoort was een idylle. En natuurlijk was er was ook armoede. En er was werkeloosheid. Maar de buitenkant was schoon en idyllisch. En het geurde. Het was een hei. Nu zijn er allemaal snelwegen. Ja, dat is een groot verschil. Toch een zekere heimwee naar. Ja, die geen zin heeft, maar die heb je wel. Maar die heeft natuurlijk weinig zin. Dat is vervlogen. Why do you like the summer? Beautiful weather. Sun? Green? Green. What is the color of the summer? Autumn. But what is the color of the summer? Flowers. Yes. And what kind of colors? Daffodil. What kind of color has springtime? Blossom. And the winter? Christmas. Christmas snow. Well, all I wanted to be older than I was, and I remember I even developed a certain stoop as I was walking to my third grade. Yeah, I was stooping a little bit in the street, so that, well, to project an impression that I am old and I know more. Yeah, well, you know, that's all stupid. Well, you've lost it now. Yeah, well, I haven't lost it now. You've lost the stoop, yeah, I mean. No, stoop I didn't. I lost, no. No, it's so, what you remember fondly is not you yourself in the childhood, but the others. Well, that is those whom you dealt with, who were kind to you, yeah? Your grandmother, for instance, my grandmother, I do. Mm. Well, and, well, the features of those people, yeah? Well, the deportment, the tone of their voice. Well, those who didn't shout at you, but who spoke to you softly. And strangers? Kind strangers? Kind strangers, I don't remember. You don't remember one? Oh. No. I remember a lot of kind strangers. Well, kind strangers, a kind stranger in the modern parlance vis-a-vis a child, you know what it is. Oh, yes, 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 yes.
toen ik zo'n jochie van 5, 6 jaar was, was daar een Oostenrijkse keukenmeid, Ottilie. En Ottilie, die zwaaide daar de scepter en die had zeker nog 1 of 2 hulpjes die dan ook wel boven wat deden. En dan ging ik met mijn moeder daar naar beneden en dan werd er besproken wat er gegeten zou worden. En dan werd er voor die dag uitgehaald. Dus degene, mijn moeder had een sleutelmand en dan kwam daar een sleutel van de provisiekelder uit. En dan werd er dus alles uitgegeven wat nodig was. Want de sleutel van de provisiekast was niet in handen van die Ottilie? Nee, dat was heel gewoon. Maar dat was met het linnengoed ook, dat werd ook uitgegeven. Dus je was als huisvrouw op zo'n groot huis als dit, was je wel aardig druk met de organisatie. Ja, de knechten sliepen beneden en de meiden sliepen op zolder. Die sliepen op zolder, ja. Heb je bepaalde kleuren of geuren die je goed herinnert uit je jeugd? Ja, tuurlijk. Geuren van het eten. Ik was echt een lekkerbek. Indonesisch eten is zo verrukkelijk, hè? Echt. Wat voor geuren komen gelijk boven dat je, als je terugdenkt aan eten in Indonesië? Wat was het lekkerste? Wat was de lekkerste geur? Nou, veel knoflook, hè? Ze gooien overal knoflook in. En dat vinden ze hier in Nederland heel vies. Maar ik vond het in Indonesië heerlijk. Knoflook, dan werd het geoelijkt, heel fijn. En dan werd het door het eten gegooid, hè? Dan werd het meegekookt. Vond ik zo lekker. Ik denk dat jij rawit bedoelt. Hè? Nee, knoflook. Ja, ook. Rawit ook. Dat zijn die kleine lombokjes, hè? Die kleine pepertjes, heel heet. Ja, die Fransen zijn meer voor knoflook. Ja. Hè? De Fransen hebben het meer op knoflook. Indonesiërs dacht ik niet zo erg, maar... Rawit. Ja, maar de Fransen hebben wel ook veel knoflook, maar in Indonesië ook, hoor. Potverdorie. Ja. Friendship was a very rich, very, very rich experience in my childhood. This kind of parallel family with that friends represented. And it was like a small tribe in which you could practice very different rituals and use a different language and... And also share, new experiences, and these are probably the warmest recollections I have of childhood. What sort of things did your gang get up to? Well, we did, we had this kind of collective personality in which, when we were together, this group of friends who. Had this headquarters with which was a particular corner, a street corner, and we have these codes of language to identify among themselves. We practice sports, particularly football, which was of course the great sport for us. And then we discover the girls. We discovered the girls. At that time, of course, Lima was still a very repressed society, so girls and boys were kept separate. But there were occasions in which you could, approach girls at the mass on Sundays, for example. Yeah, after the mass, it was possible to walk in the park and to... and then there were parties on Saturdays, and I remember the extraordinary excitement, the way in which we prepare ourselves to these parties in which we could really mix with girls and even dance, Do you remember your first brass band? Because I've just noticed that with a lot of people, the brass band tends to figure their first brass band. You go to a hall and they have this, you see all this shining, all these equipment, these brass bands, this sort of... I remember the mambo. The mambo was my first important musical experience in my childhood. When Pérez Prado, arrived in Lima in the late 40s, I suppose. And that was a national event, for us. We were really
transform by... And I suppose our great, great aspiration at that time was to be a great mambo dancer, you know, to impress girls and to impress our friends. And so we practice among themselves, you know, and how to dance the figures, you know, of the... But it was quite innocent, you know, it was quite innocent. I think we were quite innocent at that time, particularly in that, well, city, in that section of society, which... innocent, what do you mean by that? I mean that we were very... reluctant to talk about sex, and mm-hmm. that we had this idea that a relationship with a girl should avoid mm-hmm. anything sexual, because mm-hmm. we were really very Catholic afraid, and mm-hmm. very ashamed of sex, you know, and we had the idea that sex was something that happened, you know, outside the borders of the citadel in which we lived, and that. Was something that shouldn't maculate, you know, these beautiful girls that were there in the neighborhood. I mean, well, that's I suppose that was probably a universal kind of experience, you know. And, the world was pretty Victorian. It was still pretty. Weet je wat het is? Het is zo lang geleden. Ik moet als een dolle hond tekeer zijn gegaan. Maar verdomd, ik weet er niets meer van. Dat zeg ik nou tegen jou. Tegen een ander kan ik dat niet zeggen. Ze zouden me toch niet geloven. Echt. Ik weet er niets meer van. Maar de feiten bewijzen het. Dat moet ik geweest zijn. Ongelooflijk. Ik weet niet wat er toen met me aan de hand was. Ik was natuurlijk wel erg jong toen. Dat moet je natuurlijk niet vergeten. Ik ging in die tijd, en ik, dat moest ook van de... van het nazi-bewind op een Joodse school. Dus ik was eigenlijk in een vrij gesloten gemeenschap. En dan vang je toch traumatische dingen anders op dan wanneer je als eenling in zo'n omgeving leeft. Wat voor sfeer was dat? Kunt u zich nog voor de geest halen? Je zit daar met Joodse kinderen op een school. Op een school? Buiten gaan toch de bruinhemden voorbij, merkt toenemende spanning. En, hoe werd er over gepraat? Wat was de sfeer daar in de klas? Ik moet het eigenlijk eerlijk toegeven, vrij onberoerd door al die gebeurtenissen. Bij mijn ouders thuis was het natuurlijk anders. Er werd veel gesproken over de politieke situatie. En ik herinner me, dat is ook een kwestie van herinnering. Ik herinner me als de dag van vandaag dat kennissen van mijn ouders over Hitler zeiden, och, laat hem maar komen. Die is in 2-3 jaar is die weer weg. Dus dat werd helemaal niet onderkend. En aan de andere kant, mijn ouders hadden een aantal Duitse vrienden. Waarvan sommigen gedwongen of niet lid waren van de SA. En dat kwam ook voor. Die kwam natuurlijk niet in uniform bij mijn ouders thuis. Maar die contacten, die waren toch nog zeker tot het moment dat ik dan als eenling naar Nederland ging in 1937. If I try to recollect something, which was suffused with joy, I remember the day. Well, the celebration, somewhere in the summer, I think it used to be, of the day of Air Forces, Air Force Day. And I remember, well, the very expression Air Force. In Russian, it's rather wonderful word, военно-воздушный флот, воздушный air. Well, it gives you sort of a sense of oof, oosh. That's sort of, you know, that sort of thing, yeah. Well, and you see those flags, the planes flying, the propellers depicted everywhere. That's, I don't really know why, but well, that's what I, presumably something Freudian there, but I doubt it very much. Well, just a desire to fly as a poet. Yeah, well, and nothing much besides a great input, of the positive sentiment in childhood was obviously coming from the books, and it's very intense. It was very intense, but...
But on the whole, it was a very dirty time, a very disagreeable time, and he wanted to get out of it. And dirty, I mean literally dirty, in every conceivable way. Well, that is, it was fairly communal in my case, because we would spend the summers, for instance, in a Red Pioneers camps, yeah? Well, and you would pee into your bed, and the sheets would be just displayed drying. In the yard, etc. And you saw, I remember very vividly those sheets hanging with those huge yellow circles, etc. Going, it was fairly militarized childhood, obviously, through the state, because all the war games, etc., etc. So we all were trained to be, for the future military, career, as it were, and et cetera, et cetera, et cetera. It was always, there's a certain external enemy was there. Well, a great deal of ideological crap, obviously falling out of the every loudspeaker, et cetera, et cetera. Well, it was really dense that way. So you just squirt and, just go about your own business, hiding your own thoughts or whatever it is, or your own pleasures, collecting, whatever it is, the wrappers for the candy, for instance, so, and exchanging with others, winning in some game. It was a competitive time as well, which was also quite unpleasant, I suppose. But, it trains you for the rest of the life. Now, you kreeg niet veel indrukken te verwerken. Tenminste, zeker niet als kind. Tot 37. Dus daarna kan ik niet meer over de gebeurtenissen praten. Gebeurden die traumatische zaken niet in je omgeving? Je hoorde wel eens van een concentratiekamp. Maar dat er regelmatig mensen werden opgepakt, dat was er gewoon niet. Het ging allemaal geleidelijk. Dan moesten Joodse zaken worden gesloten. En van die kleine speldenprikken die niet zo op je inwerken als een traumatische indruk. Nee, was er veel angst of eigenlijk viel ook dat heel erg mee? Dat viel heel erg mee. Meer verwondering misschien? Nee, niks. Of zelfs dat niet? Niks. Niks. Ja, misschien ben ik een buitenbeentje, dat weet ik niet. Maar ik denk, mijn klasgenoten van toen, die zullen ongetwijfeld precies hetzelfde zeggen. Eigenlijk tot 37, toen ik vertrok, ja. Kun je zeggen, een vrij normale jeugd. Ja, als je als normale jeugd wilt beschouwen dat de kinderen van de christelijke school je uitscholden voor zoujoeden of iets dergelijks. Of gevechten met stenen en zo. Maar zelfs dat zijn niet de allerergste verschijnselen. Nee, wat zijn wel de allerergste verschijnselen? Nou ja, dat je echt lijfelijk wordt bedreigd. En dat gebeurde bij u niet? Niet direct? Niet binnen mijn gezichtskring. Nee. Wat kun jij herinneren van dat eerste moment in je jeugd dat je wordt afgeranseld door? Dat weet ik heel precies nog. Heel precies. Maar ik had een moeder die mij heel goed opving. En misschien is het daardoor beter bewaard. Dat kan. Er was geen debriefing nodig. Wat is er precies bewaard? Hoe lang heeft het geduurd? Hoeveel mensen waren er? Dat kan ik niet vertellen. Hoeveel jongens er waren? Nou. Ik weet niet, ik heb niet precies het aantal. Ik heb alleen een paar waar ik als het ware, het gezicht niet, maar waar ik hun houding nog kende. Maar ik denk dat alles bij elkaar een stuk of 5 à 7 waren. Dat was niet de hele klas. Er was een groep in die klas, die waren zogenaamd pimpfen. Pimpfen, dat zijn jongere Hitlerjugend. Hè? En die kwamen ook in uniform op school. En dat groepje, dat was het. Dus niet de hele klas, goddank. Zou ik hier niet zitten waarschijnlijk. Nee, maar wat deden jullie op dat moment? Jullie worden ingehaald, je klopt aan bij de smid, die doet niet open. Ja, die was dan daghoofdstuur. Ja. Dat heb ik later gehoord. Maar zij begonnen met die koppels. Ik weet niet of je die koppels wel eens gezien hebt. Die witte metalen koppels begonnen zo om zich heen. En Haro wist wat dat zou kunnen betekenen. Hij heeft ook in de klas mij al gewaarschuwd. Doe je
pennenbak. Dat je, we hadden van die houten pennendozen. Dat doe je onder in je ransel. En dan als molenwieker moet je dat ding om je heen zwiepen. Dat heeft wel geholpen een beetje, maar niet genoeg natuurlijk. En die scène, ik weet zelfs het huis nog waarvoor het gebeurd is. Huisnummer toevallig? Nee. Het was geel, dat weet ik nog wel. De deur was geel of het huis was geel? Nee, het huis was geel. Die huizen in Duitsland zijn vaak geschilderd. Bepleisterd. Ja. Jan Zabrowski wrote that books became the first and only reality in my childhood, whereas reality itself was regarded as either nonsense or nuisance. Dickens was more real than Stalin or Beria. Bergus Jose wrote, it was to live real life in your childhood about literature. Exciting and magnificent life, so superior to that other one of routine, dirty tricks and the tedium of being a boarding student. Mm-hmm. Well, do we have something in common? Literature as an escape from vulgarity or in reality. Well, I simply didn't like practically 90% of things that I was doing. Not that I like any that what other people were doing around me. Well, somebody was trying to go to the university, to the institution, to get the education, to get a career, to this and that, etc., etc. Well, I didn't like any of it. Well, it simply felt boring. Well, especially people making plans, yeah? Well, because I thought, how could they possibly... Well, right now you are 17 and you want to be a mining engineer. But it takes 5 years, yeah? By the end of 5 years, will you be still wanting to be a mining engineer? Well, it was a great puzzle to me. Well, that sort of thing. So what I was doing, I was reading. I was reading one book after another, et cetera, et cetera. At the age of 16, this is in Russia where they issue you a passport, yeah, the identity papers. Well, I immediately enrolled, I was working in the factory, I enrolled into the public library where not just the local, your borough library, but in the public library of the city, where you could get practically anything, yeah? That is Maupassant to begin with, yeah? Well, that sort of thing. And I began to read, I would go to my shifts in the factory, and from the factory I would go, not home, but straight to the library, and I would be sitting there and reading. Well, just, and it was far more interesting than anything else. Not interesting, well, it was just simply, that is the lives, the peregrinations of the characters in various novels, in Balzac, etc. Well, were a far greater consequence to me than the circumstances in my own family, my relatives, well, conservatives, my friends, and so forth. I never had a pack. I never had a gang. There are two things, two main activities I remember my childhood for: reading and walking. Yeah. Nothing much besides. Ja. Bibliotheek. Ja. Hersencel. Ja. Bakkerij. Ja. Pi. Ja. Sterfbed. Ja. Schemering. Ja. En de laatste is Freud. I think the most happy moments in my childhood were quite vicarious, because there were episodes or facts, not that I lived myself, but that I read about it. I can, for example, remember very, very vividly
the impression that made on me the Three Musketeers. Mm-hmm. I remember the state of excitation, of intensity, of really ecstatic fervor in which I read, you know, this novel. Each episode, each page was something that made me so happy, you know, enjoying this kind of vicarious adventure and life. And I have many, many memories of this, but that are related not to the real world, but to the fictitious world of novels, of literature. You know? Of course, I had very happy, happy moments in my childhood also. But what is more present in my memory about my childhood are probably the books that I read, you know, the books of adventures, you know, and well, I mentioned Alexandre Dumas because that was an incredible experience, but I could mention many, many others and the characters Dostoevsky, of those books. For instance? No, I read Dostoevsky not when I was... I read Dostoevsky when I was at the university, you know, that... Victor Hugo, for example, Les Misérables, that was another extraordinary experience in my life, you know. It was something that... changed my life, really, you know, this world of so rich, so diverse, so vast, so generous, and so brutal, and so cruel, you know. And so sublime, too, in a sort of a way. Les Misérables. Yes. Yeah, well, it's a universe, no? It's a universe, a whole world is there, you know. And you were submerged by this world, and you really shared, the experiences of Marius, of Cosette, of Jean Valjean, and... Gavroche, the insurrection. Lady Winter with her shoulder and the lily there, Bourbon lily, and Earl of Buckingham, and they're sitting on the couch. I remember that illustration in the book. It was the most erotic vision that I ever had in Japan. The discovery of sex, for example, through literature, is so enriching experience. Yeah. You know, your imagination was really fueled by these allusions or very rapid images. You know, and, but all this is related much more to literature than to the real world. You know, ik zal je één ding als voorbeeld geven in De Drenkeling. Beschrijf ik. Als een optocht van bruinhemden door Baden-Baden komt. En ik kijk uit het raam en ik zie die optocht met fakkels en vlaggen. Die heel angstwekkend was. En ik herinner me dat het één woord. En dat heb ik ook aan het einde van dat hoofdstuk gebruikt. Elkönig. Mijn vader was zanger. En heeft dat lied Elke König van Schubert vrij vaak gezongen. Dus daarom is het ook blijven hangen. Maar ik heb later ook dat gedicht gelezen en dat klopte ook. Het was Elke König, hè? Die SS'er die daar op het paard met de trommels voorbij ging. Het was heel angstwekkend. En dit beeld samen met dat woord wat mijn vader mompelde, in doodsangst waarschijnlijk, dat is blijven hangen. Maar hoe dat dan helemaal precies verder ging, dat weet ik niet. Nee, je zegt het zijn flitsen. Het zijn flitsen. Een soort film die eigenlijk alweer hopeloos door elkaar is gemonteerd ook. In nou, de door tijd elkaar en... gemonteerd niet, dat is het niet. Of er ontbreken maar stukken? Er ontbreken gewoon stukken. Ik denk dat bij iedereen dat zo is. Ik kan me niet voorstellen dat iemand, ik zou maar zeggen, een chronologische tijdvolgorde in zijn hoofd heeft. En als hij dat zegt in zijn hoofd te hebben, geloof ik dat het geconstrueerd is en later erbij gekomen is. Well, I think memory is not objective, you know. I think memory, in a very subtle, in a very unconscious way, corrects real events, discriminates. Selects, and this, of course, gives a very subjective reconstruction of the past. But I think you don't write only out of nostalgia for disappeared past. You know, I think there is an element of
rejection, of correction, of rebuilding differently, you know, the world that is preserved in your memory. No, I think it's a very different reality built with all the, not only nostalgia, but all with all the frustrations, disappointments, with all the hatred that not having lived as we would like have lived, you know, is infused in this very fictitious, you know, historic testimony that we give when we write novels or poems, you know, and so. And I would say this is what is typically literary, you know, this reconstruction of reality, the creation of alternative reality out not objective facts and events we witness or we were part of, but as something that we would have liked to be the real world, and it wasn't, and for that reason we had to invent it, you know, with words and with fictitious recollections and memories, which in most cases are actually inventions and fantasies, you know. Caribbean, Kingston, Jamaica, Greece, La Riviera, South Atlantic, everybody one in the water and swimming. And this, it is the sun coming up or going down? Sun going up. Uh-huh. Have you been there? No, one day in Hong Kong, going in January 95. Then you're going there? Yes. Uh-huh. So you first have painted it, and then you go to see it? Yes. Ah! I think that we can also introduce into this the possibility that literature is sometimes a case of creating the memory of the future. I mean, Nietzsche often speaks here and there of a nostalgia for the future, which is a very bizarre sort of conjunction of phrases, and it's something I sympathize with very strongly. I think there is a degree to which in literature and in poetry and in our novels, we are trying to create a feeling for a lost time that we have not lived yet. En weet je wat het gekke is? Ja. We hebben het dan over mijn geheugenverlies. Ja, ik heb natuurlijk geheugenverlies. Maar toch herinner ik me nog veel dingen uit mijn jeugd. Ja, ja. Mijn jeugd is... Toen ik 14 jaar was, toen ik in Surabaya woonde. En dat kan ik nog letterlijk vertellen. Ja, we hebben het er al heel lang over gepraat vanmiddag. Ja. Weet je dat nog? Weet je niet meer? Of... Nee, weet nee, we niet. Hebben er al anderhalf uur over gepraat. Dat weet ik niet. Dus... Nee. Het lange geheugen van jaren terug en zo, dat onthoud ik wel. Maar wat u zo even gezegd heeft, en zo, een half uur geleden, zo, dat weet ik niet meer. Nee, nee. Nou, zo belangrijk is het ook niet. Dus nee. Je kunt het rustig vergeten. We gaan nog niet naar huis. Nog lange niet. Nog lange niet. En we gaan nog. Niet naar huis, want mijn moeder is niet thuis. Nu wil ik eerst nog voor mezelf, ik heb enkele seconden. Ik wil nog een keer het woord na computer. Het woord na computer is struikgewas.
En na droom. Déjà vu. Het verlangen naar het verleden is niet bij de wet verboden. Het is geoorloofd, maar het wordt niet op prijs gesteld. Men maakt zich er niet geliefd mee. Men wordt gewantrouwd. Ik zal je nog iets zeggen. Er is niets meer over van vroeger. Het heeft geen zin meer om over vroeger te praten. Het is er niet meer, het is er nauwelijks nog. Praat er maar niet meer over. Ja, ik ben er zelf nog wel, maar dat zet geen zoden aan de dijk. What returns to me is the song is a very good example, a very good question in a sense. The song will return. I once had a very serious pneumonia, which almost killed me. And I can remember I was in a fever, and I remember coming out of this. I was 18 years old when I came out of this fever, and there was a song on the radio. And every time I hear that song, and it's a really silly song, the room, the people in the room, and everything is there. And in some ways, I've been able to verify that all those things were there. The smells, the colors. Everything. It was astonishing. Just this thing. And I was clearing up the fever. Now, I can still see that, and I can still feel that room. But I can't pretend to myself that the person who's laying there seeing this, that we are the same person, that we have the same, we are the same person. Something is just, he's a little too far ago. It's a stranger. Too, it's not a stranger. It's not Carrie Lynch. Someone I know very, very well, but someone who I am not. I can't, if I were to slide inside that skin, it would be the wrong skin. Which one was it? It was a very, this is someone we don't want to talk about on television, that one back there. Why was he in the hospital with the pneumonia? But no, that's the sense I mean. And my reaction to it is a kind of sadness. That was what I feel even now as I think about it, is a sort of sadness that the that this like an old friend has slipped away. Sarina, een kind uit de Tessa. Du-d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 u
laatste woorden. Hè, van ja, liedje. De rest ja. is weg. De melodie is er nog wel. Ja, de melodie kan ik zo helemaal erop treunen. Ja? Ja. Sarina, een kind uit de Dessa, zij stampte haar paddy tot bras. En zong daarbij een heel aardig liedje voor Cromo, dat is haar vriend. Die lag in het gras. Wil je nog eens verder gaan? Sarina, Sarina, Jangan die bikin, mijn, mijn, gila. Laat je niet op je donder geven. Jangan die bikin, dus mijn, mijn, gila, laat je niet voor de gek houden. Hè? Uh-huh. Mijn, mijn, gila is voor de gek houden. Dus Jangan die bikin, laat je niet voor de gek houden. Sarina, Sarina. Is de taal, je hebt toen Indonesisch leren spreken. Ja, natuurlijk. Is die er nog helemaal? Ja, ik kan zo Indonesisch praten. Ja? Tegen iemand die dat ook kan, natuurlijk. Hè. Ja, dat in je jeugd vergeet je nooit, weet je. Wat voor muziek klonk er in het huis? Mijn moeder speelde piano. Wat? Wat voor soort muziek? Klassieke muziek. Nee, geen... Geen frivoliteit. Geen Tsjaakoens of zo gespeeld. Zulke dingen kwamen er niet voor. Nee, dat was wel Chopin of Bach of Beethoven. Haydn. U kijkt alsof u het weer voor u ziet, maar... Of niet? Nou, ik zie die piano, die zie ik daar inderdaad heel goed nog staan. Met een grote vaas erop met amaryllis. En mijn moeder achter de piano, ja, dat zie ik nog wel voor me, ja. Do you remember the lyrics, the words, or? Can you sing it as well? Eric? Yeah. Can you sing it? Yes. Go on then. In F sharp? Or yeah. In a bit low down, in E flat? E flat. Go on then.
in Dublin's fair city. You feel very happy? Yes. Well, at that very moment, what are you playing? No, I need a boat, ma'am. Mozart? Yes! Yeah? Yes! You can play Mozart? No. No. Try Beethoven. I can't play it. Yes. I'm sure you can. I know you can play Beethoven. Vreemd. Herinneringen aan avonturen die je nooit beleefde, maar die je uit boeken haalde of fantaseerde, blijken vaak beter bewaard te worden dan herinneringen aan het werkelijke leven. Vreemd. Nog luisteren we naar de jeugdherinneringen. Maar hoe waar zijn ze eigenlijk? Luisteren we naar waar gebeurde verhalen of naar vervalsingen? Vervalsingen die de gast er echter zo goed bevielen, dat ze die herinneringen maar bleven herhalen, zodat ze vanzelf op de waarheid gingen lijken. In de hal drentelt het koor heen en weer, tussen uitvoering en repetitie. In de kamer van de oud-tantes boven probeert Gabriel Minne de 40 woorden die hem zijn voorgelezen opvolgorde uit zijn hoofd op te vissen. Ja. Mag ik beginnen? U gaat. Telefoon, erfelijkheid, Afrika, kasteel, sneeuw, schilderij, piano, hersenletsel, Gabriel Minne, Armando, Berlijn, grafsteen, 2382, schoolbord, geheugen. De volgende laat ik over. Wetenschap, suikerbrood, tweeling, Sarajevo, chimpansee. Donderdag. Ik denk bevrijding. Herinnering? Herinnering, ja. Supermarkt. Oester. Hot. Volkswagen. Middeleeuwen. Computer. Struikgewas. Droom. Déjà vu. Bibliotheek, hersencel, bakkerij, pie, sterfbed, Schemering en Freud. En die ik overgelaten heb, is na geheugen. Ik heb hem al eens moeten opnieuw vragen. Ja, ik ben hem eens weg. Het woord zegt het al.
Nachtmerrie. Nachtmerrie, ja. U bent er één vergeten. Daarvoor, dat was camera. Hersenletsel, camera, schade. Ja, 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 ja. Vreemd. Er staan nog tientallen onderwerpen op de agenda, maar niet dat ene. Dat plotseling opduikt in het kasteel. Losgeweekt door de kinderherinneringen. En dat is de breuklijn. Droomde iedereen ooit als kind over wat het leven zou moeten gaan worden? Plotseling kwamen ze dat leven tegen. Het einde van de jeugd. Het begin van de vreselijke volwassenheid. Zoals Ben Okri het omschrijft. Bijna iedereen blijkt zo zijn verhaal te hebben over die breuklijn in zijn herinneringen. Gerard Deurlacher heeft dat verhaal over de dag toen hij plotseling in Auschwitz stond en de foto van zijn hond moest afgeven. Hans Bloemendaal heeft vermoedelijk zijn verhaal over de breuklijn. Het moment waarop hij zijn ouders, zijn zusje, voor de laatste maal zag. Voor ze één dag sporen verderop vernietigd zouden worden. Moritz Kommer kan er zonder twijfel over verhalen. Over toen. Een jochie in een jappenkamp. Bijna iedereen heeft dat verhaal. Het verhaal dat niet op de agenda stond. Maar het is al laat. Laten we daarom slechts één kamer binnengaan en daar het verhaal aan horen dat de anderen ook vertellen. De Grande Salle gaan we binnen. De lievelingskamer van de baron. We gaan terug naar het Rusland uit de jeugd van Jozef Brodsky, waar een boekenverslindende jongen, voor hij er erg in had, plotseling staatsvijand wordt. Om te eindigen in een psychiatrisch hospitaal, daarna een werkkamp onder de Poolcirkel, om daarna te worden verbannen. Naar het Nigeria uit de jeugd van Ben Okri gaan we, waar een jongen, voor wie boeken minstens zo reëel waren als de werkelijkheid, geconfronteerd wordt met de oorlog. Naar een straat in Peru gaan we, waar het jongetje Mario Vargas Llosa zijn breuklijn zal ervaren. Jarenlang kuste hij de foto van zijn vader, die vriendelijke man in het schitterende marineuniform, elke avond goedenacht, voor het slapen gaan. Zijn vader, die in de hemel was. Tot die ene dag. Can you still remember? You were entering, it was Hotel de Turistas. Yes. The moment you met your father for the first time. Yes, of course. After believing for about 10 years that he was dead. I was 10 years old, yeah. And then you're in the hotel room, next to the room of your father, the man who was your father. That's right. Your dad. And your mother being in the same room, doing this filthy thing called fucking with each other. Do you remember exactly what happened that night? Because, well, I remember that. The idea of my mother being with this man, no, who was my father, but who was a total foreigner for myself, in a room, was something that make me terribly angry. And even desperate, you know. I was disgusted and I was jealous and I couldn't sleep. I remember that I didn't sleep the whole night, you know. I was really disgusted and terrified and it was something so unexpected, you know. And the idea of my mother sleeping there with this man, you know. And I couldn't relate to this man as to my father because it was... A real foreigner for myself, and he remains a kind of foreigner for me always, no? You described the moment your mother said to you that your father was still alive. You're walking through the streets. Well, because my mother separated from my father. Well, actually, she was abandoned by my father when she was expecting me, you know, and because. My family was a very conservative, very Catholic family. The whole family was so ashamed with this idea of
my mother to be abandoned, you know, and so the family moved from the city where we lived in Arequipa to Bolivia, and they told me that my father had died because they thought that that was the easiest way, you know, to solve this embarrassing episode, you know. So until I was 10 years old, I thought that my father was dead, you know, and I loved my father. I had a picture of my father in my bedroom, and in which he was very handsome with a military uniform. Yes. But all this changed dramatically when I was 10 years old. One day my mother told me, well, your father is not dead, your father is alive, and he is here in a hotel, and you are going to meet him, you know. And I met this man who was very different from the man of the handsome young man of the picture that I had in my bedroom, you know, and I discovered that it was not a young man anymore, and so it was a very, very difficult. But can you still remember from second to second the moment your mother told you your father I remember isn't dead? Absolutely. I think do it's you remember the colors, the sounds? Well, I remember street. That it was in Piura, in a city in the northern coastal region in Peru. It was summer, where hot is very, very strong, very hard. And it was in the morning because the sunshine was terrible. And it was in the embankment, you know. It was where the Piura River, you know, flows. And I remember this suspension of time, you know, that was for me to hear that my father was alive and that it was there and I could meet him in just a few moments, afterwards. And yes, I remember as if it was yesterday, you know. It's you still an remember image the voice of your mother saying to you, your yes, your I remember. My mother said, of course you know it. You always knew that your father is not dead. And I remember that I said, of course, but I didn't. I was convinced that he was dead, you know. But I said what she had said, you know, because it was so unexpected, you know. It was, of course, more unexpected to go to live with him since that day. So for me, it's very clear how my life changed completely, you know, since that day. That day was a borderline, a frontier, you know, in which my life changed completely. You know? Yeah. Are there any such borderlines in your lives? I mean, Josef Brodsky. Much later. 15 years old, you're running from school, and I remember vaguely that you described that there was this sunny end of the street you were walking through. The sense of liberation, yeah. Was this a metaphor or was it just sunny weather? No, the physical sense of liberation, yeah. Out of it, yeah, well, which I enjoyed very much. It was just simply a tremendous moment of joy, out of it. Yeah, well, joy, perhaps, it's presumably tinged with all sorts of things, yeah. Yes, I was 15 and I remember that, but that at the age of 15, you are not a child anymore. No. Yeah, you are something a bit more complex, yeah. No, I don't remember those borderlines. In fact, presumably that moment that you just mentioned was the end of childhood. I was on my own, well, in a sense. Though I didn't feel that way, perhaps, that I'm on my own, but, well, it was the moment of a conscious, practically conscious act of rebellion, if you will, mm-hmm. Yeah. But that would be put too dramatically or melodramatically. No. I know when my youth ended, that I remember very clearly, when I realized that I am not anymore a young boy. Well, it was at the age of, I believe, of 19, I was arrested. I was kept in the for a few days in the cell.
Then I was released, but I was followed. And I came home. Well, I was arrested very early, I think, at 6 o'clock in the morning, the time they normally do, when your defenses are low, et cetera, et cetera. No. Well, so then I came home, well, and yet I knew that I was followed. Well, and about 3 o'clock in the morning, 2 o'clock in the morning, I think, well, I was lying in my bed, and I thought, they know where I am. So they can come any time and grab me because they know where I am. So the solution is make yourself scarce. Create a situation whereupon they don't know where you are. So I climbed out of my bed, got into the street, found a taxi, well, in sort of circuitous way, so that, well, through a set of courtyards, et cetera, et cetera. Found a taxi, jumped in the taxi and looked back through the, through the taxi's rear window. And I saw there was nobody, just the street. And I thought, well, this is the end of it, I said to myself. I remember, well, this is a grown-up situation. I remember that very clearly. I went to the other end of town and stayed with a friend all night, that's all. That I remember very clearly, perhaps most vividly, of all those things that, well, happened before the age of 20, let's say. But that has nothing to do with childhood. But the end of? Hmm? The end of. The end of, yeah. Well, the end of many things. What do you mean by many things? The end of a state of mind, the end of being free. That is, presumably until then, until up to that point, I felt that I'm, independent body, so to speak. That I'm not being watched by anyone, as it were. That I'm not a prey. That I'm an animal. Now I realize that I'm a prey. If I'm going to be honest with you, sometimes it does occur to me that I've lost my childhood, lost it into realms of enchantment and realms of terror, and that the moment in which the most definitive break came was when I went back to Nigeria, just when the Civil War broke out. And the Civil War is something that affected my mother, because my mother was part Igbo, and it was something that affected my whole region and brothers and sisters and relations and hundreds and thousands of people and the murders of people. And so it broke there. From that point onwards, I can begin to talk of memories. From the point before that, I'm talking of a realm of enchantment. I'm talking of a realm of invention, fairy tales, mm-hmm. Three Musketeers, mm-hmm. Arcadia, ancient Greece, Shakespeare, some Turgenev, mm-hmm. some Ibsen, fairy tales. Well, is there magic kind of words like Pericles? Yes. Do we all? But like, do like, we all like agree that yes, your childhood is drowned. Is a kind of mixed up of fairy tales. You don't know what it's all about. You don't know where it's coming from. Out of the books, out of reality. It's kind of totally mixed up. Well. In my case, you know, I think my childhood was also broken, split in two very different parts. My first 10 years, in which I think I really enjoyed the golden age, you know, living with my mother and with my maternal family as a very spoiled child, and really being protected against sufferances. And then from my 10 years, all this changed dramatically when I met my father and I went to live with my father, who was a very authoritarian personality. And from then my memories are completely different because the main protagonist of these recollections is probably fear, you know? I lived permanently afraid of this very strong and very authoritarian personality. I was really permanently terrorized with this vicinity, you know, of this. And I suppose one of the reasons why books
meant so much to me, this fictitious life of literature, is because that when I submerge myself in these adventures and fictions, I could forget my father, you know? And as on the other hand, he didn't like these literary inclinations that he discovered on myself to adopt this life of books was, I suppose, a way, a very discreet way of resisting him, you know, of taking some distance from his word and from his authority. And but I remember very, very well how to enter in this fictitious world was a kind of defense. Defense and escape at the same time. An escape. It was an escape, but very effectively put me in a different kind of reality where I was not afraid, you know, was not afraid, and where life became something really very exciting and happy and intense, and where I was not afraid, you know. For many, many years, I couldn't talk about that, you know, that I felt ashamed, I felt very embarrassed with these memories. But when I started to talk, or even to write in a very well disguised way about these kind of experiences, it was a liberated. I'm still overprotected in that sense, because I really do feel like there's some things that one does not want to let go of just yet in terms of one's early life. Not because they're so extraordinary or so momentous in any way, but because for me it's an evening. I remember a particular, there's an evening. I must have been about... An evening. Mm-hmm. Or late, actually. Kind of late evening. I must have been about... I'm going to describe very briefly what seems to me to be a paradox and something I've not entirely worked out at all in my life. Like Vargas Llosa, to some degree, I had quite a happy childhood. It was sort of mingled with many things that were awkward and unhappy, but essentially it seemed to me to be quite luminous. And then one evening, I just went out alone for a walk. They had been talking about this mysterious thing called war. They had been talking about this mysterious thing called hiding your mother. So we kept moving, and the reason given was hiding your mother. It seemed to me like something in a book. It seemed to me fictitious. It seemed to me like one was in a fiction. It was a game. It was part of childhood. So was this thing called war. It was part of childhood. It was just a book. The reality was becoming a book. Mm-hmm. I was in this storybook. I went for a walk. It was a very beautiful evening. One of those Nigerian evenings where it's still quite dark, and there's a sort of a faint rosette glow just on the very margin of the sky. It's quite beautiful. I don't remember many evenings like that. I remember it was cool. It was a very cool evening. I was wearing shorts, white shorts, my school uniform. I went out, went up the street towards the bridge. I was going to go see a friend at the other side of town. And that evening, as I went deeper and deeper in that walk, the evening got darker and darker. And that evening, under the bridge, I stood there. I don't know why I stood there, I just stood there. And I remember for the first time being aware of the water under the bridge being very, very, very different. I'd never particularly noticed the water before, but for the first time I noticed that the water was different. It seemed to be moving, it seemed to have shapes. Coming out of it, it seemed to be, if I was going to use a phrase now, I'd say it seemed to be like a frozen moment out of the inferno, just figures.
It was just different. It didn't glint. It didn't give any reflection. I remember it being no reflection. I remember it being quite still. And it was lumpy. I didn't register it then. I just simply carried on to my friend's place. There was another encounter there, but that's not the important one. The important thing is that it was when I got back home in the morning and I saw what I saw in the daytime that I think an important period of my life changed, because I didn't see it at night. It's only in the morning I saw it. It was just dead bodies. It's just dead bodies, just totally dead bodies of undergraduates, of Igbo people, people who had been killed, dragged out of their houses and shot, thrown into the river. And it was clogged and the water couldn't move. But that night, when I first saw it, I didn't see it that way. Do you understand what I'm saying? So it's not the morning, it's that night. So I suppose one feels always kind of betrayed by reality again, because I didn't see it. I simply did not see it. Delayed reaction, you mean? Yeah, I simply did not see it. It was only the next day that I saw what I should have seen. But when I saw it the first night, it was mysterious. It was touched with this glow. It was part of my childhood happiness. It's obscene. It's quite horrible, actually. Yeah. And then what? Then what? Probably myself a cup of tea. And then what? Then myself a cup of coffee. Then what? Myself a cup of hot chocolate. Then what? Myself a cup of milk. And then what? Mrs. Honeysett. And then what? Go to bed. And then what? Tuesday.